You're listening to the fuckcast. Fuck Vokkoost. Holla. Het is vandaag vrijdag 17 maart. Klopt. En ik zit hier face-to-face. -face Dat is ongelooflijk. In mijn woonkamer <laughs> tegenover. Uh, uh, Sven de Rille. Dat is de eerste keer. Dat wil de eerste Gewoon keer. zeggen. Hè? Ja, want <laughs> ik zit altijd bij Kankzander. Maar dit is de eerste keer dat ik dit hier in de woonkamer doe. Ja. Oh, ook dat? Ja, dat heb ik nog nooit gedaan, volgens mij. Oké. Okay. Dus face-to-face. Oké. Okay. Dat is altijd in de kelder van de Joker. Ja. En nooit in, de, in, mijn, in mijn woonkamer. In deze tafel waar we nu al zitten, die lag bezaard met rotzooi. Dat heb ik allemaal in zakken gedaan. Dat ligt allemaal daar. En nu, en nu heb ik hier zo wat dingetjes ja, Dus Ja, dus eventueel is het nodig, hè? Om zo te dus refurbishen. Wel... Zeg je met Sivir de Blockbuster... De blockbuster video. Video, koffie, zalig. Dat de, is, laatste, uh, die... de laatste uh, videotheek van de wereld, hè, eigenlijk. Ja, maar ongeveer. het is vroeg, hè? Het is tien uur s ochtends en mijn, mijn stem is er ook gewoon nog niet helemaal. Het is midden in de nacht voor jou. Het is midden in de nacht voor mij. Want ik heb... Ja, goed. Um, Sven de zit hier vanwege een bijzondere, bijzonder moment. Namelijk... Michael Kane is deze week 90 jaar geworden. Mikkelwitz, Mikkelwitz, Mikklewits. Dat is een echte naam, hè? Hopla, <laughs> we hebben al een beetje te pakken. Wat is het? Ja, ik denk. Um, Mikkelwi Michael Mikkelwitz denk ik. Of Mi ja, Mikkel en waarom, en waarom uh, is dat veranderd naar. Ja, gewoon artiestennaam. Ja, en hij uh, heeft zijn naam veranderd naar The Kane Mutiny, de film. Met Humphrey Bogart, omdat hij een grote fan van was. Ja. ja, een naam zoals Mikkelwitz. Het is niet echt commercieel, hè. Dat was oh, toen zeggen. Toen, 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 toen zeker toen toen ik niet. Nee. Dus toen zeker de niet. Kane Mutiny is Michael Kane. Een beetje gelijk Tom Maple the First. Michael III. Kane, Luke Kane Mutiny. Oh my god. Ik wist dat niet. Ja, Tom Cruise. We weten ook dat hij komt. Want die ging graag op een cruise. <laughs> nee, die, die zat bij zo'n agent in de een van een cruise schip. En die zei: Tom Cruise. Dat wist ik ook echt ja. niet. Dat wist ik echt niet. Maar die, is dus de, die heeft die van een of andere cruise film, de. de, de Oké, okay, uh, 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 weet je dat zo nog? Back to Michael. Oké, uh, uh, weet ik nog dat hij 90 jaar is geworden? Nee, ja, nee, ik bedoel, weet je nog andere mensen die een naam. veranderen? Uh, 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 Koningsberg, Woody Allen. Uh, uh, Allen Stuart Koningsberg. Ah, is ja. Is Woody Allen. Oké, okay, ja. uh, uh. Er zijn ook wel een hoop mensen die de, de, de meisjes, de vrouw, de, sorry, de naam van de moeder uh, pakken. Hè? Dat gebeurt ook af en toe. Ja. Uh, Emilio Estevez ja goed Michael Kane is 90 jaar geworden de man uh, heeft het heel het enige uh, vervelende is als wij een podcast doen over iemand die 90 wordt dat sterft die nee volgens Niet mij uh, Clint Eastwood leeft toch ja het is die is toch ja, maar, maar uh, Sean Connery is toen doodgegaan weet je nog ja ja, ja, ja. die trouwens dat uh, had jij me ook doorgestuurd maar iemand anders volgens mij ook Sean Connery en uh, uh, Michael Kane die de Oscar Beste Bijrol uitdelen in 89. Of 8, 8, 89. Ja, omdat dus Michael Kinder niet kon zijn ja. bij zijn uh, ja. award. Ja, want die heeft hem gekregen voor Hannah and Her Sisters, denk ja, ik. Maar daar jaar. komen we ja. zo nog op terug. Ja. En dat is een filmpje wat je op YouTube kunt vinden, dat is hilarisch. Dus, dus ze hebben samen gespeeld in The Man Who Would Be King. Mm -hmm. uh, en ze komen op het Oscarpodium. Uh, uh, Michael Caine die zegt... Uh, uh, oh ja ik ga toch nu mijn speech voorlezen anders staat er chocolie uh, uh, staat er een beetje voor lul bij en dan loopt Roger Bore op ja, ja. en die zegt waarom word ik niet bedankt <laughs> en die zegt ja, wie ben jij dan ja ik ben Bond James Bond en dan zegt dan zegt maar tegen chocolie nee 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 dat is Bond <laughs> cool. dus dat is het... volgens mij wel het moment dat die twee overeenkwamen ja ik denk dat of want, die John Connery zal gewoon meer last hebben gehad met, met de productie en niet met Roger Moore zelf. Ja, ik denk dat, dat gewoon uh, uh, het jaar van Octopus, en in Never Say Never Again, een beetje ook naar een hoogtepunt is gegaan ja. door, de, door de producers. Ja, door de, de, de producers, uh, ja. 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 Okay. Maar ze hebben nooit samen een film gemaakt, maar Michael Caine heeft wel een film gemaakt met Roger Moore en een film gemaakt met Sean Connery. Heeft, welke heeft, uh, welke heeft die, uh, Michael Caine met Roger Moore gemaakt? Bullseye. Oh, dat heb ik nooit gezien. Ah. Is dat leuk? Nee, ah. nee niet echt. Niet echt. Bullseye, ga ik nu noteren. We hebben zelf een, een top 5 gemaakt. Ja, dat was verschrikkelijk dat was moeilijk. Dat is lastig, want hij heeft heel veel dingen. Michael Kane heeft oh, zo'n goede films gemaakt. Uh, wel, uh, en dat, daar, kom je natuurlijk, daar kom je in dit soort lijstjes altijd mee. En zeker ook als je het aan het publiek vraagt. Uh, misschien moet ik in het vervolg wel zeggen hoofdrol. Ja, niet alle Batmans erbij. Ja, Batmans worden genoemd. Dus niet van echt Nolan on... erbij. Hij ja, ja. is de fetish acteur van Nolan? I know, en terecht. Ja, hij zit ook in, in Dunkirk. En er zit, ik heb in ook, Dunkirk ook hè? Met, dus met, stem. Stem. met zijn stem. Ja, ja, ja. 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 Nee, ik heb, ik heb, ja, bij mij zit er, er zitten, no er zitten twee Nolans in, natuurlijk in de top 10. want het was. Maar minder dan dat. Ja, hij zit ook in Michael Caine ja, films. nou, ik vind. Je moet, je moet heb... dat loszitten, maar dan hebben we... met Nummer één me... is. Interstellar natuurlijk. Dat is de beste film die er moet. Waar hem ooit heeft ingezeten. Nee, dat is, uh, we hebben nu al ruzie. We <laughs> hebben nu al ruzie. Maar ik bedoel, dat is toch geen Michael Kane-film. Enfin, zwart. Ik vind de nummer één. Ja, maar nu durf ik, ik wel zeggen, een, een Michael Kane-film te noemen. Maar goed, we gaan ja. op de elfde plaats van onze top 10. <laughs> Here we go again. <laughs> Trouwens, nee, even nog over Michael Kane. Voordat ja? we om de top beginnen. Um, ik heb een klein Bijbeltje. Dat ja. ik altijd gebruik als ik een grote rol speel in een film. Uh, en dat is Acting on Film ah, ja. van Michael Caine. Dat is een boek wat hij dat is klein, heeft geschreven. Een klein dun boekje. Hij heeft er ook een cursus voor gegeven, die je trouwens helemaal op YouTube kunt zien. Ach. Dat is fantastisch. Uh, en dus in dat kleine boekje stonden zoveel dingen in die je echt kunt gebruiken op de set. Ach. Dus in nags een refresher, want ik heb het al, ik weet niet hoeveel keer gelezen. Lees ik het altijd terwijl ik aan het filmen ben. Een dus Bakkerken uh, uh, helpt jou bij het acteren. Ja, omdat het, het zijn zo simpele dingen en dan legt het op zo'n toffe manier uit. Oh, uh, en ik heb ook zijn biografie, What's It All About. Ja. Uh, maar heb ik op cassette? Ingesproken door hemzelf. Ah ja, dus het audioboek. Want toen dan een audioboek nog. nog niet bestond. Nog of niet zo ja, ja, toen dan nog niet zo. Ja. Uh, en What's sober. It All About is natuurlijk. Is dat uit Elfie? Dat is de eerste zin van het nummer. Elfie, what's it all about? Ja, voilà. Elfie... Het staat ook niet... Uh, wacht, ik, wacht, ik heb hier natuurlijk... Hier ligt uh, de, de top 10 en dit zijn de andere... De, uh, de honorable mentions. Ik ken better. al niet, hè, want er leidt er iemand aan een top 10. Ja, die is, heeft niet genoeg stemmen. Wat?! Ja, je was de enige die erop gestemd had. En ik heb, ik heb al gevoeted, hoor. Uh, hier, hier is Elfie, dit is Elfie... Uh, ja, Elfie. Je hebt nou juist de dingen hè? Ja, Men would, would Be King, trouwens, is een film... Het is nog niet de top 10, hè? Nee. maar is een film die eigenlijk uh, een, een beetje een, een. Er zitten heel veel verborgen dingen in die film. Ah oh ja. Ja, dat is een, een film die de vrijmetselarij of de loge uh, uh, aanhaalt als een van hun films. Ach. Ja, omdat daar. In het, sowieso in het verhaal van The Man Who Would Be King van Rudyard Kipling, ook al. Ja. Maar in de film ook, omdat John Huston ook bij de loge was. Is die van Kipling, is dat Tarzan ook? Ja. Oh ja, okay, ja. Nee, Jungle Book. Jungle Book, Jungle Book. Tarzan is... Maar dus The Man Who Would Be King is een, uh, is een vrij met een, een logefilm. Die stond op plaats 23. Want we hadden 23 uh, titels. Maar ja, ja, we doen de top 10. Misschien komen Die, andre, die andere liggen hier. Dus die kunnen we nog aanhalen. Wel een mooi einde, The Man Who Would Be King. Voor wie hem nog niet gezien heeft, denk ga ik het niet spoilen. Maar dat is echt een einde. Dan op de keel grijpt. Ja, ja. En dat is, dat is. Ja, ik zit midden in mijn uh, James Bond-periode. Ah. Nog van de, van de, vorige, de vorige podcast. Vooral. Dus alles. Er zijn hier een aantal James Bond-verwijzingen die we nog kunnen doen. Maar goed, op de 11e plaats. In onze top 10. Without a Clue. Heb ik je nee. toch ingezet. <laughs> heb ik gisteravond nog zitten kijken. Oh wacht, dat moet ik ja. een beetje hier zitten. Dan staat hij in beeld. Uh, uh, Michael Kane is Sherlock Holmes. Ja. Maar, de, en, maar de twist is. Hij weet geen klote. Ja. Uh, het is Watson die alles oplost. Watson, gespeeld door Gandhi zelf. In <laughs> uh, uh... Kingsley dus. Ben Kingsley. Trouwens, dat is de eerste keer dat ze dat soort. Twist die is doen. doen. Maar dat is er dan nou ook een paar keer gebeurd: hè? dat eigenlijk Watson de, de het brein is. Er, ik moet wel zeggen: er zijn een hoop uh, komische versies. De Secret Life of uh, Sherlock Holmes kun je dat ook noemen. Die is ook wel geslaagd. Maar deze is eigenlijk nog leuker. Ja, dit is een hele leuke film. Hè? Dus, dit is echt heel leuk, want bijvoorbeeld die, die uh, uh, Holmes en Watson film is verschrikkelijk. Vind je dat niet zo erg? Ja, je zo... Vond ik verschrikkelijk. vind je dat, vond dat niet zo ik erg. Niet nee. Maar dit. Uh, uh, dit, is heeft... sweetie, hè? dit is slim, grappig. En waar ik heen? is gewoon fucking funny, hè? Dat is, en dat is dan maar een top 5 die ik al nu heb doorgegeven, wel te merken. Ik vind dat een ongelofelijke komische Een hele denk. grappige man. Ja. ja. En ook, maar ook in de rollen waarin hij uh, serieus is, zit een ironische ondertoon. Als Harry Palmer, ja. is een moek heel grappig. Ja. Komen we zo ook ja. op. Dus, maar goed, uh, Sherlock Holmes. Uh, en wat ik dus wat ik heb, die heb ik gisteren nog zitten hebben kijken, omdat we weten van ja, dat is wel Sherlock Holmes, hoe zit dat ook weer? Uh, de, uh, Jeffrey Jones, de, de Principal van Ferris Bueller. Speelt een straat, speelt de, ja. de flik. de dokter van Howard de Duck. En de dokter van Howard the Duck. Ja. Dus de Duck. dus daarna is hij ook wel in wat ja, die... gekomen. <laughs> maar het blijft wel... Een goede dus acteur. Dat is een fantastische acteur. En alle uh, verwijzingen naar Ferris Bueller's deed, of moet ik maken... Ja. Ik ben afgelopen woensdag naar Morrissey gaan kijken, de, de, de zanger van de Smits. Uh, Ik zeg het op hun Instagram. En die heeft Please Let Me Get What You Want uh, gespeeld. Dus dat was een Ferris uh, Bueller. Even klaarkomen in het publiek. Ja, was, uh, hij, Morrissey doet Ferris Bueller, prima. Dus mijn avond was oké. Okay. En de rest van de liedjes waren hem ook prima, maar hij heeft wel Ferris Bueller ja. gedaan. En dat is trouwens niet eens de, de versie van Please Let Me Get What You Want, van de, is niet, die in de Ferris Bueller zit. Zelfs de Smits versie niet. Dat is een... Cover van de Smits. Okay. Van de Smits een Without a clue, gewoon een tof film. Uh, Wie heeft die geregistreerd? Want dat weet ik niet meer. Uh, ja, dat heb ik opgezocht. Ja, en die heeft voor de rest niet zo heel veel gedaan. En het verveelde is dat mijn computer nu daar oh, nee, staat. Tom, Tom Ederhard, ja. Eberhard, nooit van gehoord. De muziek nee. is al heel goed ook van Henry Mancini. Ja, Henry Mancini, die, die we kennen van de Pink Panther team. Ja. Uh, die heeft de muziek gemaakt. Ik heb die film gezien in de Calypso nog. Ach ja. Ja, dat misschien... is uit de jaren tachtig, geloof ja, ik. Misschien ja? zat een, een Alex dan wel om de kassa. <laughs> dat kan, dat kan. Hè. Zou gewoon goed kunnen. <laughs> uh, ja, voilà. Dus dat is nummer 11. in onze top 10. Ja, ik wou toch Sherlock Holmes even noemen. Tuurlijk. Dus die, was er, ja, dat was, die stond bij mij op de vierde plaats. Maar ja, er zijn, ook, er zijn ongeveer 100 mensen gestemd. Dus ik heb onze stemmen meer gewicht gegeven. Maar ik kon, ik kon het niet forceren om het in, alles in de top 10 te krijgen. Ah, oké. Okay, ja, dus de mensen hebben ook nog. Natuurlijk ja, de, een, de hun top 5. De, de, ja. top 5. Uh, en dan op de. Dat is wel eentje van jou. Ze weten gewoon de honorable mentions ertussen. Ja, die, die gooien we er gewoon door. tussen. Ja, ja. de tiende plaats. Uh, Dress to kill. Ja. Ja. Heb uh, je dat gezien? Dat heb ik ooit gezien. Uh, daar, daar, daar wordt nu ook wel wat over gebitcht. Ja. Uh, ja, maar. En dat vind ik juist goed. dat daar toch nog door een uh, Tarantino bijvoorbeeld uh, wordt overgezegd van dat is gewoon een ongelofelijke triller hè? Dress the Kill is uh, een seriemoordenaarfilm film waarin Michael Kane. Ja, dat is spoiler. de, de, de spoiler, spoiler. Mij, Waarin Michael Kane speelt. <laughs> <laughs> uh, uh, een mordernaar film is dat ook John Litauw, zeker? John Litauw. Uh, het is geregisseerd door Brian de Palma. Angie uh, Dickinson. Ja. Um, Brian de Palma maakt hier met een deze de meest Amerikaanse Jello-film. Ja, het is een ja, het film uh, Ik tot, tot uh, voor Italiaans, kort wist ik niet wat Jello was. Ik, ik ook ben niet. Ben dacht dat, er, dat hij daar niet... je ja. haar deed. <laughs> of zo, pudding, pudding, ja, Jello. Nee, ik wist dat ook niet. Jello is een Italiaans genre. Um, ja. um, Van policiers met een beetje een raar randje. Ja. En altijd met uh, uh, moorden en naakt. Ja. 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 En missen, meestal. En dit is ook. Uh, dat is geen spoiler. Dit is eigenlijk. Wat als uh, Psycho uh, serie, uh, iemand was die. Die thuis deed maar buiten. Ja, ja. ja. Dat, het is Brian de Palma's een versie van Psycho. Maar in plaats van dat het zich in één locatie afspeelt, speelt het zich ja. in een stad af. Zeg maar. ja, en het is met uh, een heel goede twist. Ja, en, 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 en natuurlijk, uh, de trans community heeft er een probleem mee. Omdat de, dus een man die verkleed gaat als vrouw om te moorden. Maar ja, dat is gewoon. Ja, dat is gewoon een seriemoordenaar. Dus dat is die zo zotte, dat, is, dat heeft niks met trans te maken. Nee, natuurlijk. Nee, wel die hele film gespoilt Is dat echt? Ja. Ja, ik heb de, de slag dat slag geleden dat gezien heb. Ja, je blijft heel lang denken dat het een vrouw is. Ah, je denkt dat het een vrouw ja, is. Ja, Oké, dat wist ik niet meer. Ja, oké, okay, goed. Nou, maar, uh, maar wel heel spannend hoor. En uh, wat vinden ze goed aan? Want bij jou stond hij op de bij jou stond hij op de vijfde plaats. Dat, omdat dat, uh, Michael Kane door heel zijn carrière soms wel echt uh, gewaagde keuzes gemaakt uh, in, zijn, uh, in zijn films. En dit is alleen dan begin jaren 80, denk of Ja, dus begin jaren 80. Uh, Zo'n soort film maken. Um, op het moment dat hem eigenlijk. Ja, Op een keerpunt in zijn carrière. Dat is, vind ik, zeer gedurfd. En, en ja, dat is gewoon een kijkhoeve film. Ja, en ja. hij speelt daar een, een leed in die je niet verwacht van hem. Brian de Palma is eigenlijk in. Uh, ik heb die documentaire gezien, die was matig. Dat is een De Palma documentaire. Niet gezien. Uh, een beetje ondergewaardeerd. Uh... Wie? Oh, Brian Brian de, de, de Palma. Omdat dat, die zal absoluut ondergebracht is Ja, hè, toch? Dat zal wel. Wat, zijn. Die, wat die is eigenlijk samen met Coppola en, 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 en Die Boys, uh, uh, Friedkin. En, en die worden allemaal wel als, als geniaal. Ja, hij heeft, nooit, hij, heeft ik, bij, ik denk dat hem zelfs bij Oscar-nominatie misschien. Maar ik denk, Is Carlitos uh, W. ook van. Uh, ja, dat vind ik een van zijn beste nou ja, films. Ja, natuurlijk. Dat vind ik beter dan Scarface zelfs. Ik ook. Ja. Ja, ik ook. Maar, maar Casualties of War, dat vind ik een van ja. de strafste Vietnamfilms. Is het, is het zo dat, hij, dat Brian de Palma hier, dat hij genrefilms maakt, of dat die dingen, dat het nooit helemaal origineel zijn eigen dingetjes? Daarom dat hij, Friedkind met de Exorcist, heeft echt iets gemaakt wat niemand anders kon of kan maken. Uh, uh, Coppola met, met Godfather heeft iets gemaakt wat niemand anders uh, had gemaakt of kon maken. En hij, uh, hij refereert altijd heel erg aan de andere dingen. jij ja. ja, zult u ze voor? Mission ja, pas beter. Die Untouchables. Ja, Carrie. Ja, ja. zitten ah, ja, ja. dat zit toch allemaal duiken van films. films. Ja, dat is waar. Ja, Obsession trouwens. Een ongelooflijke goede film van hem. Beetje ah, in de stijl van dress to Kill. Ah ja. Met Cliff Robertson. Echt heel dat goed. goed. Ja. Dat was plaats nummer tien. Uh, op dus, de... Hij smet er altijd zo mee. Dat ja, dat is respectful. Op de negende plaats. Nee. Jawel. Nee. Ja. Nee. Het zijn er drie. Misschien is dus Michael Caine film. als je, als je film. alle drie optelt, dan heeft hij genoeg tekst. <laughs> Op de, derde, op de negende plaats staan, de, staat de Dark Knight Trilogy. De Christopher Nolan uh, Dark Knight. Waarin hij wel de beste Alfred neerzet in het Batman-universum. En misschien vind jij die van uh, Michael Keaton uh, beter. Maar ik vind Michael Kane als Alfred wel, ja, wel de definitieve Alfred. Jawel, jawel, jawel. En daarom laat ik hem toe. Ja, laat het, hem maar toe. Ik laat hem toe. Dus we hebben uh, Batman Begins, The Dark Knight. Een goede anekdote daarover is dat het de, de de eerste moment dat Heat Ledger op de set kwam in The Dark Knight. dat Michael Kane voor de eerste keer in heel zijn leven zijn tekst kwijt was. Ach. Dat hem echt zoiets had van: wat, wat is deze? De, is die gast? Is hij is, is oké? Okay? Is dat, is, dat was, die was echt flabbergasted. En dat is die scène dat, dat hem dus op dat feest komt binnengevallen. Hè? Ah ja. Daar was er echt uh, niet goed van. Alright. Ik, ja. Ja. ja, nee, ik vind... Het uh, uh, is natuurlijk eigenlijk een kleine bijrol, maar het is, wel, het is wel een iconisch personage. Ja, het is de vaderfiguur, hè? Ja. Ja, ja. En daar meer dan ooit, vind ik, ja. uh, dan in gelijk welke film, is het daar echt de vaderfiguur. En de cynische, ook de, de cynische vader, de, 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 de bezorgd, de kwaad bezorgd. Ja. Ja, en I love it. Ik ja. vind dat uh, Dat is ook wat ik thuis kreeg. Nee, maar een goede keuze uh, wel voor hem die ja. rol te laten spelen. Ja, ja, ja. ja, en inderdaad, hij zei: uh, Christopher Nolan cast hem altijd wel in iets. Mm -hmm. uh, voilà. En hier in The Dark Knight of the ja, de mensen hebben er gewoon massaal op gestemd. Want dat zijn natuurlijk gewoon heel populaire films. En ten Recente ten... films ook. ook Je hebt een jong publiek voor oh, Ja, Relatief, <laughs> relatief. Ja, niet zo oud als die. Uh, als die uh, als die uh, die, 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 die Gremlins-fans zijn allemaal 70, 80 jaar oud. <laughs> Nat. Ah, het is goed dat je het even vernoemt. Gremlins Strike de ja, voilà, ja, ja, Normaal doe je zelf, van het voilà, zelf, ja, maar, maar nee, dat doe je uh... uh, Op de achtste plaats is een film die, die op mijn stapeltje ligt, want die bezit ik niet. En dat is er één uh, uh, ah, die, okay. uh, Sven... Wacht, ik zal jou ook een lijstje geven. Ik, zal niet, ik weet niet waarom ik je... die no, maar ik heb dat toch nooit? niet? Als ik thuis zit, heb ik ook nee, een lijstje. Dus dat is vlaar. waar. Ah, well, is Bring it uh, een up. film waar ik zelfs nog nooit van gehoord heb. Death Trap. You're kidding me. I kid, I'm not kidding you. You have to see it. Ik heb het niet gezien. Dat moeten zien. Christopher Reeve, Superman, Michael Caine en Diane Cannon, fantastisch. Ik heb is dat is een soort Agatha Christie ding. Ja, het. Dat is een toneelstuk en ik heb dat ooit ge gespeeld ook. Ah. Dat is, ik speelde de rol van Christopher Reeve en ons vader speelde. Was, de was de jij rol... Superman? Ja. <laughs> Marke. Maar, dat, maar in, die, in, in, in die dat gaat dus over een schrijver, ja. uh, Michael Caine, uh, die een succesvolle schrijver. Van, van toneelstukken en, en alleen een, een playwright tot en met. Maar die zit een beetje in een writersblok. En die krijgt een script opgestuurd van een jonge aspirant schrijver Christopher Reeve. Oké. Okay. En die zei tegen zijn vrouw, dat is het beste dat ik ooit gelezen heb. I... Dat is fantastisch. Dat is... Maar ik wil dat hebben. Ik wil niet samenwerken met die net opgestuurd Ik wil dat niet schrijven. afgeven. Ik wil, niet... ik wil uh, dat het van mij is. Ja. Dus they plan to murder him. Ja. Ja, dat komt mij toch bekend voor. Dus dan is dat. is. En dan. It goes all directions. Het is echt fantastisch. En welk jaar? Is dat ook, jaren 80? 82? Ja, dat zal ik. Ik denk dat is iets wat ik wel gezien heb, maar ja. gewoon niet meer geregistreerd heb. En ik bezit het ook niet, wat ik al een ja, beetje spannend vind. Fantastisch. Dus ik kan die ader Dat wil niet bestellen uit, dat gaat, Hij is nu al. Als ik hier ja. heb, Op aan de computer. En uh, voilà. um, is het. Ik ben niet... Het is, het is geen Poirot-achtige toestand, maar het nee. is wel een Agatha Christie. Het is meer... Nee, het is ook niet... Het zit meer in de richting van um, Sleuth, wat hem ooit gemaakt heeft. Dat, heeft dus dat, uh, dat stond ook in de top. Dat stond op 15. Uh, ja. Maar dat vond jij niet zo goed, geloof ik. Jawel, maar de ah, remake wel. vond ik niet goed. Ah, de remake. Dus in het uh, in origineel is het Laurence Olivier en Michael Caine. Oké. Okay. En uh, in de remake is het Michael Caine en Jude Law. En... De remake is. Dus dan is dan is het geswitcht. Dan is Michael Caine... De, doet de Lords of Levier. Ja. En Jude part. Law heeft al veel gedaan, hè? Ja. Ja. Het is een soort van. Ja. Uh, ja. Uh, Jude Law, I love him. Maar het is it's geen no Michael Caine. Het is geen Michael Caine. <laughs> nee, nee, I love it's it's him. Het is geen Michael Caine. No, Nee. <laughs> en hij is ook Watson. Hij is niet uh, Sherlock Holmes. Ja. <laughs> Maar dus, uh, Death Trap. Zeker een aanrader. <coughs> Absoluut. All right. Hij okay, is geregisseerd yeah. door Sidney Lumet, trouwens. Ah ja, ja dat is wel ook een uh, ja. grote naam in ja. het... Uh, All right, oké. Okay, Death Trap. Ja, nu je het zo vertelt, heb ik het gezien hoor. Maar ja, wel, dat, ben nou niet dat heb ik maar eens gehuurd in een de videotheek. Een Warner hè. Brothers kaft. Ja, Is een zwarte, ja, een zwarte clamshell doos. <laughs> <laughs> Moest uh, die iemand toch dat... eens nog liggen hebben? <laughs> ja, een adres hier. Uh, op de zevende plaats, een film die ik ook niet op mijn stapeltje heb liggen, en dat stoort me nog meer, want die moet ik echt wel hebben. Is, uh, en dat is ook lang geleden dat ik dat gezien heb hoor, Dirty Rotten oh, Scoundrels. Oh, fantastisch, dat is hier van mij. Ja, ja dat ja. staat bij jou op de, op de derde plaats. Ja, dat, daar toont Michael Caine dat hem een meester is in comedy. Ja. want hij staat daar Steve Martin, die, waar hij zich ook al een meester dat is, in staat. Die de is simpel daar is Steve Martin staat Maar ze vullen elkaar zo goed aan dat is. Ongelooflijk. Trouwens, een remake van een film met David Niven en Marlon Brando. Ach. Die half zo grappig is ah, als ja. deze versie van Frank Oz. Ah, dat is Frank Oz? Ja. Dat is uh, Muppets. Ja. Wat verdobbelen, die komen ze op de RON nog Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, dus. Uh, dus dat de Scoundrels gaat over twee gasten die um, elk apart werken, aan de Riviera in, ja. in Frankrijk. Uh, twee uh, um, con-artists die dus vrouwen uh, oplichten. Rijke vrouwen, Just. rijke oudere vrouwen, ja. uh, om, om dus hun geld uh, uh, af te truggelen. En op een gegeven moment is er iemand die ze gaan samenwerken. Waarom? Omdat er iemand in de Riviera bezig is met hun terrein uh, over te nemen. En ze willen weten wie dat, dat is. Ja, ja, ja. En daarmee gaan ze samenwerken. En wie, en, wie is, en wie is dat? Of is dat de spoiler? Dat is de spoiler. Oh, nou, niet die spoiler. Nee. Er zit een ongelofelijke scène in waar dat Steve Martin een achterlijk jongetje speelt, uh, uh, RuPrecht. Uh, Met een, een vork, waar dan dus een soort kurken stopt. op soort de, de jerk achter yeah, don't put the, the. Why is the cork on the fork? <laughs> to prevent <laughs> from hurting yourself. Boing. En dan is de naam een soort dokter, Michael Caine. Een German dokter. dokter Emil Schoffenhausen. En dat is, is, ja, is comedy van de Belgische. <laughs> Die gaan de hele tijd he, rolletje in rolletjes. In, 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 in typetjes. In typetjes, ja, in typetjes ja. en, uh, en dat is ook jaren 80 zeker, hè? is 88, dat ja. heb ik ook gezien in de Calypso. Zalig. <laughs> All Dirty Work is Scoundrels van Frank Oz ja. en die heeft uh, en Hedy of Hidley die gestorven is die van Dick Tracy. Ah ja, uh, ja, die speelt uh, de vrouwelijke rol erin. Ja, dat, de, je had in die periode veel van dat soort uh, twee gasten samen. Uh, uh, wat het doet bij ook The Great Outdoors of hoe weet great je The Great Outdoors, and, My Blue Heaven. Ja, dat is echt zo, ja, dat zo goede jaren tachtig comedies. Jaren tachtig uh, grappige uh, planes trains en uh, Automobiles. Ja, die bedoelde ik. John Hughes heeft die. Ja. En dit is Verkos Anne Ze gaat nu Dirty een Scandals. remaken. Reboopen. Re en uh, heb je daar schrik voor? Ja, ik heb dat heel wel schrik. En wie, wie gaat het doen? Ik geen idee. Ik weet dat sommigen het al geërased <laughs> <Ja, wat laughs> Je hebt het heb je. <laughs> gedaan. <laughs> oh, garmen. Goed, ja, nou ja, ja. Misschien wordt het goed, Sven. Kan allemaal. Do not touch the classics. Ja. Ja, eh. Uh, je hebt hem al beter gemokt, want hij is al beter dan de eerste met David. Ja, dus Evans misschien moet hij nog wel beter. Wie zou, wie zou, dat nu wel kunnen? Wie, wie, in, in wiens, handen, Dan moet je daar een Steve Carell of een noemt een, een andere je noemt een andere nu Will Ferrell. Dat soort boys moeten dan gaan, niet? Ja, maar die. Zo, Will die, de, is toch een maar beetje. Want de ads van Michael Kane en Steve Martin vind ik zo leuk. Ja. Omdat je dat niet verwacht. Nee. Ja. Ja, en in Amerika, zo de Saturday Night Live people, daar zitten nog wel van dat soort boys tussen. Maar ik zou niet direct weten wat dan de Engelse equivalent van Marco Kane is. Niet Jude Law, zullen we maar zeggen. Nee, een Engelse equivalent nu? Ja, ik ben al een grote fan van Luke Evans. Ik denk dat hij nog een, als het op de juiste keuzes mocht, een grote uh, carrière ah, ja. zou ja, kunnen ja, hebben. Ja, ja, ja. Maar zo grappig ook? Ik denk dat wel. Ik ah, ja. denk dat hij wel, wel grappig is, ja. Een paar grappige rollen Je spreekt hem in deze film uh, Amerikaans, Engels of Engels, Engels. Engels. Dus Engels. Dat, dat typische bakkerkennis. Uh, ja, dat die hè? Ja. Ja, ja. ja. dat is wel zijn trademark. Hè? Ja. Echt, echt Londens. Uh... En want iedereen heeft ook, er zijn zo een paar beroemde mensen die iedereen doet. En Michael, hè, dus Christopher Walken en ja. even wat. En Michael Kane is er ook zo ja, in. Iedereen ja. doet een Michael Kane. het is een geweldige uh, stukje uit de Graham Norton Show, denk ik. maar dat hem dus is op een feestje uh, staan En dat ze zeggen: van, uh, you know? Michael Kane. Michael en dat ze denken dat de hem eigenlijk een, een drugpusher is. Want ze zei: Michael Kane. Ja, maar is van Michael Kane. <laughs> over Britse accenten gesproken. Over, over zijn typische Britse accent. Op de zesde plaats staat de Ipcris File. En die heb ik er ook in gezet en ook door het publiek. Ja, dat is natuurlijk... Door het publiek ook? Ja, ja. Wauw. Dat is een film... Toch niet zo jong publiek. Nee, maar ja, dat is wel ook de James Bond fans... Het heeft natuurlijk een James Bond connectie. Namelijk, het personage is Harry Palmer. En Harry Palmer is een soort anti-James Bond. Het is eigenlijk tegenovergestelde van James Bond. Het is veel meer bureaucratie... En uh, het aardige is, uh, uh, we zien de Harry Palmer thuis, waar je bij James Bond nooit gezien hebt. De, de film begint bij Harry Palmer thuis. Ja. Hij is ook een secret uh, agent. Ja, wordt eigenlijk ge, ge, gepromoot. Hij wordt en verplaatst in een ander ding, want daar is iemand vermoord. Ja. En hij moet uitzoeken hoe dat ik allemaal Ik heb die zit. net gezien, uh, gisteren, oh, ja, ik, 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 voor het ook... eerst. Ja, ik had hem al gezien. Het is een slow burner, hè? Het is een traag film, gemaakt door uh, Salzman, die samen met Broccoli... Ja de Bondfilms maakte. Dan, en dan is die weggegaan. die J. Fury heeft het net ja. gezegd, Ik vind de camera uh, plaatsing ongelooflijk. De cameravoering is fantastisch. Het is ongelooflijk. Dutch angles, waar op ik een het, geen fan van ben. Op een gegeven moment zien we een gevecht tussen twee mensen... door een uh, uh, telefoonkotje. Uh, ja. uh, uh, ja. Dus we kijken als, alsof we eigenlijk aan het gluren zijn... naar twee mannen die aan het vechten zijn. Of ook zo het moment dat, dat die gast in de auto loopt... en dat hij... Achter de notto-loop, dat is vanuit de notto gefilmd. Ja, ja, ja. ja, heel. Heel, heel veel raken. Ze hebben heel bewust, want dit is een film uit uh, midden jaren 60, ook uh, 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 65, 66. Dat is na Bond. Na Bond. Dus Nabond. Nabond. Dus ze hebben heel erg duidelijk gemaakt: ik wil iets anders dan Bond. Ja. Bond is glamour, glitter. Uh, mooi ja. uh, alles netjes Dit doet mij ook heel hard denken omdat hij hem later hij heeft zo een, een, een reeks van films gemaakt gelijk als The Holcroft Covenant of de ja. Jigsaw Man of Fort The Ford Protocol. Protocol zo van die uh, boekverfilmingen ja. zo ook het uh, boek van dit is Len Land Dayton. en uh, wat, wat vond je wat vond je ik vond een slow burner ik moet zeggen ik vond het eerste uur heel straf. en naar het einde toe vind ik het Normaal moet het de pace dan op en vind ik het een beetje trager, nog trager worden. En het eerste deur vind ik echt heel goed. Ah ja, ik vind, maar ik vind toch wel de ontknoping en het einde en daar er zit er een scene in die ik echt wel, wel ja. goed vind. Dus ik vind het wel echt goed. Nu. Ik heb nu klaarstaan Funeral in Berlin, want dat is de volgende. Dat is de volgende inderdaad. Dat heb, is toch niet de volgende in een top? Nee, nee, nee. nee ah. die, ik heb die er tussen... Je hebt er vijf, hè? Je hebt Funeral in Berlin het um, billion dollar billion. Billion brain en um, nog twee die hebben in de jaren tachtig of negentig gemaakt uh, maar tv films maar wel met Harry als Harry Palmer oh dat wist ik dat niet <laughs> ik dacht dat er wat drie waren Nee, vijf ik ben incomplete <laughs> <laughs> wat voor nummer er zijn er vijf dat is goed dat je het weet want ik heb uh, maar dat moet ik nog opnemen dus dat zet ik waarschijnlijk aan het einde van de aflevering zet ik er nog uh, mijn goede vriend Kees van Amstel is een enorme James Bond nerd en die is blijkbaar ook de go-to guy over Harry Palmer. Dat moet je dan zeker weten dat er is. Dus die gaat mij uh, over Harry Palmer en Mark Arkee. Okay, bullets to Beijing is er ook hier Ah ja, dat zegt mij ja. wel iets. Ja, dat zegt mij wel iets. Ja. Maar ik vind het wel goed. En ik vind het, uh, want ik zeg het, uh, uh, hij wordt de eerste, eerste tien minuten van de film. Hij uh, ziet eerst aan boord. Dus wel een soort pre-sequence, uh, uh, zeg maar. En dan uh, wordt hij uh, wakker. En dan maakt hij koffie. En en een bakje hij, hij zit thuis. en ze, ja. de, de vrouw die die net gelukt heeft, ligt er niet meer. En hij bakt een ei. Dat hebben we James Bond nooit zien ja. doen. En dan zegt, die, dan zegt die regisseur, of dan zegt eigenlijk Salsma van: Dit is niet James Bond. Dit is iets helemaal anders. Ja. En dit zit meer in de. Tinker Takes Soldier, Soldiers ja, spy dat vibe. Ja, absoluut. De, 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 uh, het is niet Koude Oorlog deze. Uh, uh, het het is wel na oorlog. In. Daar ja. wordt heel duidelijk gezegd: wat er zijn bepaalde diensten die eigenlijk niet meer nodig zijn. Ja. Die worden opgedoekt, een één voor een. Één. Ja. Uh, en het gaat over het feit dat ze dus uh, geleerden ja. kidnappen ja. om daar iets mee te doen. Zonder te veel te vertellen. Ja. En, uh, en er moeten ook heel veel formulieren ingevuld. Ja, Dat, dat is ik ook heel, heel grappig. grappig. Weet welke formulier C25? Zo, ja, maar wij weten niet wat dat nee. is, hè? <laughs> dat is keihard. En, en dat vind ik goed dat je dat niet weet en dat je denkt: oh. want dat is zo een discussie geweest over de bunker. Ja. Die reeks uh, voor VTM. Die nu eindelijk terug Eindelijk, nu, nu, nu ja. terug, het tweede seizoen. Ja. Uh, maar dus, het eerste seizoen, we hebben dat back-to-back -back opgenomen. Maar het eerste seizoen waren er ook allemaal van die terminologieën die de staatsveiligheid heeft gebruikt. Eh, van 10-4. Uh, ja. En zo van En het commentaar van VTM was dus: nou, de visie van dat eerste seizoen, dat moet er allemaal uit hey, in het tweede seizoen. Want de mensen verstaan dat niet. Ja, maar dat geeft juist, de authenticiteit exact. geeft juist aan ja. dat het, dat ja. het, is, dat het goede goed geresearched ja, ja. is. Ja, maar dat, is, dat moest er allemaal uit. In dat de geeft flauwe kullers. Ja. Uh. En ik lees dat dan halsterig toch zeggen. Tuurlijk, wat zo ben jij. Echt waar. Uh, nee, maar de imkens ik ga het daar waarschijnlijk zo meteen nog met, uh, met uh, Kees van Amstel over hebben. Want die is, behalve James Bond-nerd, ook een uh, enorme Harry Palmer-nerd. En ja ik vind dat boeiend ja en uh, Austin Powers is ook gebaseerd een beetje op James Bond en op Harry Palmer Een ja, ja, ja. combinatie van de twee ja. en ja. daar speelt dan uh, in Michael Caine gold ja. in, gold, in Goldmember uh, speelt uh, uh, de vader hè? speelt hij de vader ja, ja. natuurlijk ja, de hele fantastisch en ook een film waar Tom Cruise in zit trouwens Goldmember ja succes ja, ja, ja in de openingseen ik ja. heb die uh, Austin Powers onlangs op Blu-ray oh, ja, op Blu-ray dat is de connectie met Tom Cruise trouwens hè? Is dat echt? Ah ja, dus, daar, ik bedoel, en nu voor zijn 90ste verjaardag. Ja. Wie zat er? Wie zat er aan de rechterhand van Michael Caine? Tom, Tom, Tom Cruise? Op zijn fietsje. Als, oh, 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 als, als Gene Hackman ernaast had gezeten, dan was ja, je. Dan, dan, dan was je... <laughs> ja, dan. Als dan... <laughs> ja. je dat niet doorgestuurd? want Gene Hackman is een van jouw grote ja. uh, uh, idolen. Uh, 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 die had ergens uh, een hamburger ja, gekocht of zoiets. fantastisch, hè? In de drive-thru. En daar ja, that waren beelden van. Ja, omdat dat zo'n bigfoot of yeti. De <laughs> <the> sighting <laughs> van Gene Hackman. Dat was all over the place. Gene Hackman is nog eens gezien. Want die is echt reclusive. Die is echt van de ja? boven verdwenen. Ja, nee, die woont op een ranch even. En die, doos, die doos een ding, die wil niks meer te maken. is die? die is ook, 93. Die is ook 93. Ja, goh, die... Maar die ging neufjes naar een drive-thru, naar een burgerhalen. Ja, en... Dat Was ongelooflijk. Echt. Ja. En soms moet je dus rappen, man. Dat voilà. is wel nou zo. Uh, we komen op nummer 5. Ik vind dat er vijf... Nee. <laughs> waarom ligt dat daar? Dat ligt hier. Dat kan toch niet. Dat maar ja, dat nummer hier. Dus kijk, dus als er 100 mensen stemmen. en ik geef onze top 1. Als, als, als jij de enige bent die erop gestemd heeft. Is ja, dat niet? Ja. Ben ik niet de enige? Jij bent de enige die erop gestemd heeft. Oh. Uh, en terecht ook. Wat? Nee, nee, ik heb gewoon één. Zo'n mooie al. film. Op nummer 5. Mens 1 van Michael Caine. Jouw nummer 1 van Michael Caine. Ook ding waar hij een Oscar voor gekregen heeft. Eerste Oscar. heeft e er twee. En we House Rules. Assider ah, House Rules. Dat ja. is. Ja. Heb ik gezien, maar dat is ook fucking lang geleden. Hannah and Her Sisters. Mm -hmm. Woody Allen. Uh, wij is dat, Jaren zeventig? Nee, jongens. 86? Ook 86. Jongens, zeventig. Ze zijn altijd al jouw films uit de jaren tachtig. Dat scheelt niet veel. <laughs> <laughs> maar dat is ook het bepaalde. Wanneer zie je de, de films van je leven? Dat is, die zie je rond jou. Uh, ja, maar dat kan toch nog altijd. Er worden nog altijd goede films maar De film ja, maar, die op nummer één staat, die zal ik tot. Met the movies that made you, die zie je rond je 13, 14, 15, 16 jaar. Ja, maar we zijn. Dus jij hebt de... Oké, okay, maar dat mag, hè? Maar jij hebt dus de movies van Michael Caine, Who Made You. Ik heb de movies van Michael Caine, Who Made Him. Maar hij heeft hem nog een losker vergold. Ja, oké, okay, dat is wel waar. Oké. Okay. Uh, maar het is wel ook een ensemble dingetje, hè? Ja, maar hij is wel echt de rol van de film. Her en Her Sisters, Woody Allen, waar gaat het over? Hij heeft een verhouding met de zuster van zijn vrouw. Dat is ah, ja. één verhaaltje. Maar dat is eigenlijk de, uh, Hannah and her sisters. Het gaat dus over ja. Hannah en ja. over haar zussen. Ja. <laughs> en, en hij de... heeft een verhouding met Barbara Hershey, ja. die eigenlijk uh, getrouwd is met Max van Sido. Ah ja. Dus zij ah. valt op oudere mannen. Van Ming. Of Ming, Ming de Merchelis. Ming. Ze is getrouwd met <laughs> ja. Ming de Merciless. Ja. <laughs> ja. Carrie Fisher speelt zelfs mee. Ja, dat weet ik. Ik heb het wel gezien, maar daar weet ik niks meer van. Het Diane West, Carrie Fisher, Barbara Hershey, Mia Farrow. Dat zijn de zussen. Ja, kijk, weet je, het, vindt het feit dat op de, op de cover staat Marc Arkeland niet op. Maar Diane Wist heeft trouwens voor die rol ook de Oscar gehaald. Ah ja. ja. En die is wie, echt een hele schone film. film. En ik heb die gezien. Hanna, en nou is, is dat. Uh, dat, is Mia Mia Farrow. Ferro. Ja. dat is een tijdscapsule die film. Als je die film opzet, zit je in New York in de jaren 80. Dat is, dat is natuurlijk dikwijls mee hoe die Allen films. Maar ja. ik heb die ook gezien in New York in 86. Dus dat is. Je hebt daar een, een persoonlijke band ja, in. Ja, ja. En, en Michael Caine is daar wel echt heel goed in. En zo dat je kunt Oscars krijgen voor rollen waar je van denkt... Hmm. Maar dat is de beste bijrol dan. Ja, ja, ja. maar hier het, het is het echt verdiend. Want okay. het is zo mooi hoe hij hem, hem toch nog van zijn vrouw houdt, maar, maar, maar ook smoorverliefd is op die zus. En dat eigenlijk ook op een gegeven moment... Maar, ook maar Barbara hem... Her Hershey is wel knapper dan meer ja, Farrow. Ja, dat zou wel zijn. Barbara dus ik Hershey. snap het ook wel. De, eh, zelfs de entity vond hè, dat Barbara Hershey... Ja, voilà. Dat de entity. <laughs> <laughs> dat zal wel zo zijn. Dat is trouwens de film ook van CDJ Fury, van de The Files Juist, klopt. Een goede film ook. Ja, dat Dat heb ik nog niet lang geleden Dus Hannah Her Sisters, Woody Allen. Ja, ja Voor mij de beste Woody Allen film. Oh, beter dan Manhattan. Ja, dus voor mij Hannah Her Hall. Ik ben geen Annie Hall fan. Ik ben geen Diane kid fan. Ik vind Woody Allen vaak geneuzel. En ook heel... Kijk... Ik hou niet van films, Hier ga ik, dat gaan we misschien van mening verschillen... maar ik hou niet zo van films die eigenlijk toneelstukken zijn. Uh, als het te dialoog heavy is en te weinig visueel... Dan ben ik niet zo van. Als alles in één kamer kan afspelen of afspeelt... Het is niet in één kamer, hè? het speelt zich ook op straat af. Ja, ja maar het is eigenlijk. Maar, nou, het, is, is... het is een theaterstuk. Hè? Dit niet, hè? Dit is wel echt, een, uh, moet ik het zeggen, de meest. Je hebt hier verschillende verhaallijnen die samenkomen. Het is een beetje sitcom. Ja, maar het is, het is eigenlijk gewoon een deurencomedie. Nee, nee, nee. <laughs> het is een hele mooie film. Echt nee, maar het is geen slechte film. En, en toen, in die periode, uh, 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 jaren 70, jaren 80. Die New York films van Woody Allen... waar New York eigenlijk ook wel een beetje een personage ja. is. Dat is bij men Manhattan nog meer natuurlijk. Maar ja. Ik, maar, maar, maar ja, dat vind ik ook wel oké. Okay. Maar uh, voor mij is dat vaak te dialoog-heavy... en te weinig visueel verteld. Ja, maar die dialoog is heel ik uh, Bijvoorbeeld, de uh, 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 Oscar-winnaar Brendan Fraser... I love him, maar The Whale is een theaterstuk. En dat was ook een theaterstuk. Ja, maar dit is geen theaterstuk. He. Nee, nee, nee. Maar, nee, 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 maar ik, dat is gewoon iets waar we dan... Dat is een vergelijking die ik een beetje ja. maak. Zo. Ja. Okay. Maar, nou. maar dit is geen theaterstuk. En dit is, ook, dit is ook wel veel meer buiten en zo. Maar ja, goed. Ja. Dikke dikke en dikke kon niet meer buiten. <laughs> dus, uh. Maar uh, ja, voilà. Nee, uh, Oscar gekregen. Dus zeker uh, moet hij in de top 10 staan. Of die op 1 moet staan. Ja, weet nee, dat, het. dat had ik nog niet verwacht, man. Nee, nee. Voilà, maar jij was de enige die erop gestemd heeft, okay. dus ik heb jou zoveel stemmen gegeven dat die toch... Ik kan uh... hem alleen maar aanraden aan uh, ja. uw luisteraars en, en uw kijkers. En, uh, uh, ben jij wel een Woody Allen fan? Ja, absoluut. Ja. Ja, vooral van de early, allee, early work. Laat ik zeggen, dat met Paris, vind ik een van de slechtste dingen die ja, ooit voilà. heb gemakt. En er is dan zo voor geprezen geweest. Ja, nee. Maar dus de, de Hannah Her Sisters, Manhattan, uh, Crimes and Misdemeanors... Ja. Um, en dan nog vroeger sleeper. De laatste twintig jaar is het toch wel geen fatsoenlijke film. Ja, ik wel filmen. Café Society. Echt goed met Steve Carell. Want ik vond die Vicky Barcelona. Oh, nee, verschrikkelijk. Dat is, niet, dat is ook niet mijn ding. Maar Café Society is, is witty. Ik heb ze niet al. Maar ik kijk om de tijd kijk er weer eens eentje. En er was was, er, was, er matchpoint, was ook niet? Nee, ja, maar, matchpoint. Verschrikkelijk. Allee, dat is de meest atypische Woody Allen film. Dat is een thriller eigenlijk. Ja, ja, maar dat is ook weer zo. Weet je, het probleem is als Woody Allen. Kijk, die woonde in, in uh, uh, New York. Dus die New York-vibe. Maar als hij in een andere stad filmt, is dat een soort promocampagne van die stad. Oh ja, omdat hem er veel geld voor kan. <laughs> ja, maar ja, hij ja, doet het. Like Mijn matchpoint is, is Londen, hè. Eh? Ja, voilà. Dat ja, is ja. zo'n zo big band. Weet je wel, zo, ik, als ik een film over Londen zie... Welke film was er nu onlangs? Dat dat zich in Parijs afspeelt en we zagen de Eiffeltoren niet. En ik zo, yes! speelt zich af in Parijs en we zien de Eiffeltoren niet. Heerlijk zo. Establishing shot Eiffeltoren, Louvre. We zitten in Parijs Stokbrood in je hol. Barrett. Barrett op de kop. Nu soms we nog Parijs. En dat doet dus Woody Allen. die Ellen Maar zo. <laughs> maar dat is ik haat het als we films en we gaan zo t -t 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 -t, en we zijn daar. Ja. Nee, dat hoeft toch niet. Ja. Je kunt ook door iemand, een personage Frans of Parijs te laten zijn... snappen dat ik in Parijs zit. En Woody Allen heeft dat alleen maar gedaan die laatste tien jaar. Ja, ik ben meer van zo'n New York films. Ja, ja. oké. Okay, ik ben het eens. Goed. Op de vierde plaats staat de beste uh, Michael Caine-film aller tijden. Maar ja, ik had niet, ik had niet genoeg uh, medestanders. Dus mijn favoriete maken Caine-film aller tijden is de Italian Job. Niet gezien. Kan ik nu al zeggen. Niet gezien. Niet gezien. Dat is de beste Michael ik film. Ja, niet gezien. Ik heb die, die remake gezien, maar ik heb dit niet gezien. Ja, dat is, dat is voor mij de fun, de, de, het kleurrijke... Ik, het is lang geleden dat ik hem nog gezien heb, maar ik, ik, ik kijk daar wel. op een paar jaar kijk ik dat terug. Okay. De finale. You're only supposed to blow the bloody doors off. Het is zelfs de titel van een boek over hem, denk ik. Of over, over de genrefilms. Niet gezien, sorry. Ja, maar ik, ik wil hem wel zien, hè. Ja, is dat is gewoon niet de, onder de radar is gebleven bij ja. mij. Ja, voilà. dus ik denk een beetje door de remake. Dit is de Blu-ray die ik van hem hè dit is veel mooier, hè? Ja. ja, daarom doe ik die ook niet weg. Ja. Dus vaak als ik een Blu-ray koop, doe ik de DVD weg. Omdat je ja, aan het Dus die in de kast. Maar dit is, uh, dit is een mooie versie. Ja, uh, Michael Caine. Uh, uh, het is een, uh, uh, het is een uh, crime Hilva! Ja, blijkbaar. Oh. Uh, rijden met uh, mini-autootjes. Dat uh, alleen uh, al vind ik de moeite uh, dat Benny Hil erin zit. Ja, het is gewoon een, 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 zoals ze dat toen uh, maakten. Kleurrijk, uh, uh, actievol, uh, grappig. En het eindigt, het eindigt op een cliffhanger. Le, le, in de meest letterlijke zin van het woord. Okay. Uh, het, is, ja, het, is, het is echt. Ja, dat, is voor, dat is voor mij, als, als ik Mark Oké zeg, dan, dan is dat de Italië Oké. Okay. Ja, dat absoluut. Op, uh... Dus uh, het staat op de vierde plaats. Op de derde plaats, uh, die stond bij mij op nummer. Uh, Eén, denk ik, of twee. Nee vijf. Ik heb het een beetje veranderd. Oeh. Omdat, die heeft heel veel stemmen van het publiek gekregen. een Keihooie film hè. Harry Brown. Ja, dat is een keihooie film. Ik denk dat dat wel, dat mag geen. Want dat is van een, van een paar jaar geleden. Vijf ja. jaar geleden of tien jaar geleden? Tien jaar denk ik. Tien jaar. Maar ook zo weer gewaagde keuzes. Ja, ja, ja. ja. Like Dressed to Kill. Dat is een Death Wish. Dat is in Engels een Death Wish. Ja. Maar op leeftijd. <laughs> De geriatrische is Death Wish. Ja, het gaat over een bejaarde man in een, in een moeilijke buurt die, die uh, ja, inderdaad, wraak. Ja, ja, met In de Tunnel. Ja. ja echt beklijvende film. Ja, en. en, en you, you, get, you relate to him. Het ding van Harry Brown is uh, dat voor mij, door iedereen uh, die Mark Oké nadeed en dat hij altijd bijrolletjes was, was hij een beetje. niet een parodie van zichzelf, maar het scheelde niet veel. En deze film heeft hij ervoor gezorgd van: nee, nee, ik ben, ik ben de man. Oké. Okay. Voor mij, hè? Ja. Dat hij even laat zien aan iedereen. Jongens, ik kan heus wel een potje acteren, hoor. Ik doe ook dingetjes iets voor de lol. En, uh, kleine, mijn, film wel, hè? Kleine, kleine film, wel een kleine film. Maar... Ja. Heeft heel veel stemmen gekregen. Tof. Ja. ja. Uh, en en uh, geeft aan dat Mark Aken. Uh, tien jaar geleden nog relevant was. Nog, Is. Nog altijd. Nog altijd. Ja. En uh, daarom, uh, ja, ik, ik vond dat ook echt heel goed. Ik was daar echt wel van mijn sokken geblazen. Mm -hmm. Om, omdat je. <coughs> door heel veel films, ja, ik zeg het, is die is die een beetje grappig of een beetje lollig of een beetje een leuk bijpersonage? Hij is Alfred of hij is die. Ja, dit, maar hij kan ook goed een bad guy spelen, Jawel, Ja wel, een ja. Paar keer een goede bad guy. Wat, wat is uh, waar, waar is die goede bad guy in? Uh, in Dress to Kill. Ja, in Dress <laughs> to Kill. Ja, um, ja. ja, En in, wacht, er is nog een, een bad guy dat een, een, een Mona Lisa met Bob ah, ja. Hoskins. Ja. Ja. Echt een gangsterbaas. Juist. Ja, 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 klopt. hij speelt hier Ja, klopt. Maar goed, Harry Brown, uh, heel veel mensen uit het publiek hebben erop gestemd. En daardoor uh, kwam hij op de derde plaats. Leuk, leuk. Ja, ja. ja. Overwachten. Overwachte. Ja. Op de tweede, dat is de enige, en daarom staat hij op de tweede plaats. De enige die in jou en een mij op vijf stond. Ja. Uh, die, stond mij, die stond bij mij op vijf. Uh, Ik jou op. kan er in een Muppets film 4. meespelen en de Muppets doen verbleken? Die is een betere Kane. Muppet dan de Muppets? Dat is echt waar, hè? Is in enige de enige keer dat Christmas ik weet Carol. in de Muppet-film is ook maar één acteur denk ik in heel ja, de film. Ja, ja. Maar hij blends in, hij outshines them. Het is, het is ook een van de beste verfilmingen vind ik van het verhaal van Scrooge van Christmas ja, Carol. Ja. ja, dat is een fenomenale film. Ja, het is, uh, hè, dus de, de Muppets Christmas Carol. Ja, is dus we kennen het verhaal. Dus hij zingt. zingt. De... Mike die zingt inderdaad. Voor veel mensen is uh, dit ook een van de beste Muppet-films. Dus niet alleen beste Christmas Carol-films, Muppet Movie en een deze Zin. Ah ja. ja. ik vind de tweede ook goed. En ik hou natuurlijk van uh, Muppets in Space, want ik ben alles met space. Yeah. En Treasure ik Island. Vond, ik vond is ook groot, de, uh, de nieuwe met Jason Segel vond ik ook zeer goed, zeer goed. De eerste en de tweede? De tweede. Ja. Meestal want het is bij Ricky Gervais dat vond ik niet zo goed. Ja. Maar die eerste vond ik zeer, zeer goed. Ja. Ah, toch de eerste, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Nee, maar dit is... Nee, mee... die is bij Ricky Gervais. Die eerste is met Jason Segel. Ja. Die nu in Shrinking, heb je dat al gezien? Ja, ja. met Harrison Ford. ongelooflijk. Maar Jason Segel is een Muppet-fan, hè? Want ja. in, in, in uh, Forgetting Sarah Marshall hij heeft hem ook die musical met die handpoppen, die, die vampieren-musical. Maar dat is duidelijk, want hij heeft dat ook meegeschreven, volgens mij, die eerste Muppet. Dus de, ja, die eerste Muppet-remake ja. 2008, 2008, 2009, ja. Maar dit is... is... Christmas Carol, ja, yeah, dat is hij uh, is Scrooge natuurlijk. Ja. Uh, en alle andere. Het, is, het leent zich ook wel. Het is een goed verhaal wat zich leent voor ja. de Muppets. Ja. En het is natuurlijk altijd grappig als ze een bekend verhaal pakken. wie welke Muppet welke rol uh, krijgt. Dat is altijd leuk. Uh, ja, jij had die op de vierde plaats staan. Bij mij stond die op de vijfde plaats of zesde plaats. Uh, de ja. enige overlap. De enige overlap. Ja. En daarom staat hij op de tweede plaats. Ja. Maar het is wel zo. Kijk, ik ben natuurlijk. Ik zit nu in mijn bondperiode, dus als er een bondconnectie is, zit het erin. Als er een uh, uh, Ferris Bueller-connectie is, of een Sherlock Holmes-connectie is, zit het erin. En, en de Puppets. Ja, uh, yeah. en Frank As Frank ook. E eet yeah. hem niet nog geregistreerd, Frank Oss? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. niet. Dat denk ik niet. Nee. Net is Brian zelf, die een Brian Hansen, Brian Henson, Brian de zoon. Uh, ja, 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 maar Frank Os speelt natuurlijk wel mee. Hè? Ja. Dat ja, ja, that is ook goed, hè? So, starring Kermit <laughs> Miss Piggy, de <laughs> <the> Great Gonzo. Dat <laughs> zijn personages. Fuzzy Bear en Michael Kane. <laughs> Ik, ja, ik heb, ik heb onlangs... ja dat, zijn, dat zijn personages die een rol spelen, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, dat ze spelen. En, en ik heb onlangs weer een of ander filmpje gezien van, van mensen die... Uh, uh, dat ging over, over de Muppets. En dat die, Muppet, die acteurs die die Muppets doen, of die, die poppenspelers en die acteurs... Dat is zo goed, dat als je daar mee zit, dat je vergeet dat daar dat, onder dat... de tafel iemand zit. Dat je tegen Kermit of ja. tegen... Dat is gewoon zo. Die mensen zijn zo goed. Wel, Ik vind nee. Frank Oz en Jim Henson uh, uh, het, het beste komische duur... Ik bedoel, is and dat is Laurel en Hardy. In dat rijtje horen ja. die twee thuis. Ja, Bert en Ernie, hè? Bert en Ernie. Maar in alles wat die met tweeën doen. En improviserend. Ja. Dus dat is ook... Ja, er, uh, wie was het? Het was met Cookie Monster. Het was... Uh, ah, John Oliver. John Oliver, de, de, die zo'n ding. Met Cookie Monster, die vertelde van... Ja, ik was vergeten dat daar onder tafel iemand zat. Ik was gewoon met Cookie Monster aan het converseren. Ja. Ook tussen de takes door. Dat, je kunt het op YouTube vinden. Ja, wat zo goed zijn die mensen. Ja. Dat je denkt, ik ben mijn Cookie Monster aan het padden. ook ideeën in, in, in Vlaanderen. Uh, even een shout-out naar uh, Dries de Wien. Uh, die heel veel voor, vrouw -vrouw, uh, met mijn Ja, ja, de, ja. ja. Poppentheater doet. Dat is ook ongelooflijk. Ja. Ik als, bedoel, als je nog een voorstelling wil kijken. En, en hij speelt meestal mee. dan... Dan vergeten ook dat hij eronder zit en ja. dan ziet alleen die pop. En dan moet je als acteur, vind ik het ook ongelooflijk goed kunnen, van u ten dienste te ja. stellen van die pop en uw eigen weg te cijferen. Ja. Dat, is, dat is echt een fantastische acteur. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat is... En dan, inderdaad, je moet wel... Je, je krijgt de aandacht, maar ook niet. Hè? Dus dat is best ja. wel... Uh, ja. ja, dus dat is... Nee, Muppets, uh, Muppets is ongelooflijk. De, een Jim Henson of een muppet aflevering moeten we misschien ook nog ja. eens maken, vind ja. ik. Dus, uh, en Jim Henson, Frank Fra ja, de, de ja, ja, die twee. Want die, ja, dat, die hebben, daar kun je meerdere afleveringen over maken, over die boys. Uh, Muppet, Christmas Carol op de tweede plaats, dames en heren. Dankzij mij, jou, maar ook en, veel mensen. Uit de ja, voilà. Dus uh, absoluut. En op één uh, stond, bij mij op, uh, stond bij mij op drie, maar er zijn heel veel stemmen voor gekomen: is de Prestige. Uh, Christopher Nolan. Uh, snap uh, ik wel. Uh, uh, hier snap ik dan ja, wel. Ja wel Meer dan dat hij ligt uit wat de prestige is. Hè? Hij is de kern, het hart van de film. Ja. Ja. Hij, is de, hij is de, begeleider. Hij is degene, de verteller, die, de een verteller. Ja. Ja. Ha, dus hier... En toch staat hem niet met zijn foto op de kaart. Nee, hij staat ook niet met zijn. Zoveel... Nee, <laughs> het is natuurlijk ook wel. Het is wel hij is niet de hoofdrol. Want Christian Bale, Hugh Jackman zijn de hoofdrollen. Maar Scarlett Johansson, maar vooral ook Mark. Mark ja. is wel het hart van de, ja. van de film. Ja. Dus die, de, de, daar, ik vind het ook echt een van zijn beste films. Ik hou ook heel erg van die periode. Ja, bedoel, dat is ook de, is de Sherlock de... Holmes, periode, Jack The Ripper. Ja, dat, Jack the Ripper. Ik bedoel, ja. dat is even antipen. Jack The Ripper stond bij jou. Oh, sorry. Die stond bij jou op, op, zes. Uh, op zes? Ja, omdat ik daar een hele een tv-film vind. Ja. Met hem en met Armand Asante ja. en Jane Seymour. Ik heb die, dat is normaal in twee delen, zo een ja. tv-film in twee delen, ja. dat vroeger wel dikwijls werd gedaan. En hij heeft zo een beetje back-to-back -back dit gemaakt, en ook Jacqueline Hyde voor tv. Ja, juist. En dat is diezelfde periode als de Prestige natuurlijk. Ja. De victo oh ja, Victoriaanse... Uh, de Victoriaanse periode, de Sherlock Holmes speelt zich eraf. Houdini, het, is natuurlijk, het refereert aan Houdini. Dat zijn allemaal ja. dingen die mij wel heel erg interesseren. En, en ik denk dat het geschreven is door zijn broer, hè, Jonathan Nolan. Ik denk dat ook maar als je zegt Michael Kane, zeg je dan direct de Prestige? Nee, daarom staat hij bij mij ook niet nummer één. Maar waarom staat hij dan niet op één? Omdat veel mensen ah, dat blijkbaar wel vinden. Oké, okay, okay. Bij mij is het wel top één. Maar dit heeft, doordat ik het in, de top drie, in mijn top vijf had gezet. en heel veel mensen uit het publiek. Oké. Okay. Is dat. Uh, Want wat het was ook wel. door het publiek was dit de nummer één. Want dit is. Het publiek is deze lijst. Daar stond Prestige op één. Harry Brown op twee. En Dark Knight op drie. En Muppet op vier. Oké. Okay. Dus, uh, en Get Carter, die, die, die stond op 5, maar die is dus buiten de top 10. Ja, de welke, waar hij heeft in allebei meegespeeld. Ja, nee, het gaat wel over, de, het gaat wel over de, de, de oorspronkelijke Get Carter. En niet over de Sylvester Ja, Die stelorie, niet zo slecht is. Die, die niet zo slecht is, maar ook die, die. Dat is die niveau van. Nee. Dat heeft de jaren 60 vibe ja. nodig, hè? Ja. Get Carter. Dus dat is een honorable mention, is Get Carter. Uh, uh, dit heb ik niet gezien, maar dat schijnt heel goed. Youth, niet gezien. Nee. Uh, met hem uh, en Harvey Kartel. Uh, heb ik niet gezien, dus dat wil ik ook nee. zien. Oh, ik ben enorm... Ja, ik ook. Ik hou ik zo ook. van rampenfilms. Ja, hij, hij heeft er twee gedaan, hè? Ja, ja, de the Swarm, Swarm en Beyond, Beyond The Poseidon, the Poseidon Adventure. Adventure. Niet zo goed als de Poseidon Adventure nee, met Gene too. Hackman. Nee, ja. En <laughs> de Swarm is hij... Uh, uh, de, een ongeïnteresseerde... Uh, uh, Dat is een kei goede film. I love that film, maar yeah. hij had er niet veel zin in, hoor. Deze film. Ja, just cashing, eh? Laughing all the way to the bank. Dan heb je natuurlijk de oorlogsfilms, Battle of Britain en uh, The uh, Bridge Too Far. Sort of Zulu, nooit gezien. Hier, Holcroft Covenant. Holcroft Covenant, ja. Ik had de jigsaw mij ook trouwens? Nee, heb ik niet. Ah, oké. Okay. Maar dit hoort er tussen. Dit is iets anders. Ja, hier, en dan, ja. Met er zo niet mee. Ja. Eagle the Eagle Has Landed. The Eagle Has Landed. Robert Duval en Michael Caine. A Bridge Too Far. Oh, wat ik er de Justin uh, uh, Battle uh, of Britain in... Battle of Britain en A Bridge Too Far. Oké, okay. nog eens En Victory, The mm. Escape to Victory, de voetbalfilm. Top, hè. Eh. Ook okay, heel erg leuk. Yeah. Sylvester so yeah. Slow yeah. ook. The Quiet American. Met Oscar-winnaar Brendan Fraser. Ja, yeah, voilà, met Brendan Fraser. En hier heb ik nog een, een andere Nolan ja, vlug Inception. Vlug, vlug oh, zie jij die graag, Inception? Oh. Ah. Echt waar. Oh, ja, Mo moeilijk vlug. doen vind dat moeilijk te doen. Ah, ja, nee, ik vind dat wel, maar je vergeet er een paar. Hè. Ja, die die hadden niet, hè? Of die heb ik wel. Meer In meer. mijn Honorable Mansion lijst stonden er nog een paar. Ja, zeg het, zeg. De Cannon-film. Ja. Uiteraard. Waar hij eigenlijk terug een beetje een revival mee. Dat was Nahan and Her Sisters. En dat was Surrender. Ah ja. Surrender met Sally is... Field. Een hele goede Wat romantische komedie. Een romantische comedie. Roma ja, maar dat hij eigenlijk de romantic lead is. En dan een uh, weedfilm. Water. We gezien. Met hem en met uh, uh, Billy Connolly. Um, over, uh, ja. Uh, Mannen die een vrije radio hebben, zo even als op een Island. Yeah. Uh, en en ja, heel veel weet, maar Michael Caine. <laughs> ja, ook een, een heel toffe uh, Honorable Mansion. En okay. dan Half Moon Street. Ah, ja. Met dat Sigourney wel. Weaver. Weaver. Ja, die ben ik nog op zoek gegaan naar Half Moon Street in Londen als kind. Omdat ik wow, die straat zien. je weet waar die straat ja, is? Ja, omdat, uh, Sigourney Weaver speelt een escort ah, ja. in die film. Ja, en Michael Caine. Ik zou de beste klant. <laughs> honorable mention ook mensen uit het publiek hebben ook nog voor Now You See Me die ja dat vind ik ook een rol iets te klein wat had ik hier nog Jaws 4 is ook genoemd Jaws the Revenge this time it's personal en ik moet natuurlijk ook deze nog refereren on deadly ground on deadly ground met Steven Seagal ik heb die niet gezien en daar is hij de slechte Rick en dat speelt zich af op een Oli Rick over een carrière gesproken met diversiteit aan filmgenres maar een heeft met de Muppets, maar wel met de grootste Muppets. al. wat was de film dat we er verder mee aantiept? Ah oh ja, Jaws the Revenge. Jaws the Revenge, de, ja. Die net hem zelfs nooit gezien, hè? Die anekdote, nee. dat ze tegen hem zeggen: heb je hem gezien? Nee, ik heb de film niet gezien. Maar ik heb wel het huis gezien dat gebouwd hè. En dat is heel <laughs> ja, dat is heel goed. All right, op één staat de Prestige. Uh, dit was de Michael kane uh, podcast Laat ons hopen dat Michael Kane. Want er wordt aan de deur gebeld, we moeten weg. Ja, we moeten weg, we moeten een brikje aan wachten. <laughs> een moeten aan wachten. Nu, ik moeten hoop, ik... Ja, goed, maar Michael Kane. Ik hoop dat Michael Kane nog veel films mag maken. Ja. Het zal... De in internet heb ik zo even... Dan dacht ik van, oeh, oe. ja. Ja, ja, uh, uh, oeh. Ja, 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 hij wordt wel ik, oud, hè? Ja, maar ik hoop dat hem zo in Mission Impossible opduikt. Ik weet ah, niet ja. waarom dat Tom Cruise ah, er anders was. Ah, Tom Cruise ah, ja. Stel de ver. Oh, dat zou goed zijn. Ja, mij. Dat zou goed zijn. Sven, enorm bedankt voor het gesprek. Fokkast. Kees van Amstel. Ja, daar is hij weer. Hè? Daar is hij weer. Maar Welkom in, in de Michael Kane uh, uh, Fokkast. Uh, we hadden het er via chat over. En hij staat achter je gewoon uh, in, de, in beeld. Um, uh, uh, ja, Michael Kane uh, heb ik samen met uh, Sven een uh, 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 top 10 van films. En een van die films die erin staat is uh, The Ipcris File. En het personage Harry Palmer, gespeerd, gespeeld door Michael Caine. En uh, ja, dat is een beetje een afgeleide, uh, dat die, uh, daar zit een James Bond vibe achter. En jij vertelde dat jij daar heel veel uh, van weet. Dat jij de Harry Palmer en dus ook een beetje Michael Caine-kenner uh, van Nederland bent. Nou, misschien wel van de wereld. Van de wereld! Uh... Ja, ik, ik, ben, ik ben toch meestal bescheiden, maar uh, op dit gebied. Uh, nee, ik, ik ben natuurlijk via de James Bond-films kwam ik ineens bij de Harry Palmer-reeks. Dat zijn eigenlijk maar uh, drie films, later eigenlijk uitgebreid tot vijf films. Maar over die laatste twee willen weinig mensen het hebben. Yeah. Uh, maar ik vond die meteen, meteen uh, bijzonder. Ze hebben alle drie, want het gaat om de uh, Epcrisp-file. De uh, het gaat om uh, Funeral in Berlin en het gaat om Billion Dollar Brain inderdaad <laughs> goed dat wij niks hebben afgesproken en alle drie verschillende hoesjes hebben ja, pure toeval ik heb ook nog deze van de Ipcus file DVD daar heb ik ook nog een andere versie van Dus dat de, die ziet er zo uit maar ja oh. Ja, ik heb de Ipcus file blijkbaar dubbel. Maar, maar uh, op, op Blu-ray en op DVD. Maar ja, het zijn. Ipcus file is van 62. Uh, Funeral in Berlin 64. Uh, nee. nee, 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 sorry. Uh, uh, Ipcus file 65. Funeral in Berlin 66. En Billion Dollar Brain 67. Dus echt elk jaar een Harry Palmer film. Ja, ja het was een privéproject van Harry Saltzman. Een van de producers van James Bond. He, die wilde ook een, een wat serieuzere. Spion en een beetje de, ja, de gewone man, bijna. En Harry Palmer is een spion die ook elke keer voor, voor zijn pistool moet hij formuliertjes invullen. En dat zie je dan ook. En hij wil graag, uh, weet ik voor 100 pond opvlag, dat hij een grill uh, kan kopen in zijn keuken. Nou, dat zit allemaal in die films. Ja. En, uh, maar er zitten drie verschillende regisseurs op, die allemaal hun hele eigen stijl hebben. Vandaar dat die films, ja, het, het zijn. Heel bijzonder. De enige gemeene de, de algemene factor, is natuurlijk uh, uh, Michael Caine zelf. Uh. Ja. ja, die speelt dat fantastisch. Hè? Die, 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 dat die, het is echt een soort anti-James Bond. Hè? Nu, hij hij, hij vrijt ook wel met vrouwen en hij, hij is wel een playboy. Maar hij is eerder een ambtenaar. Hij is de ambtenaar, James Bond of zoiets. Ja, hij is een beetje boefje, ondeugende uh, cockney-gast uit Londen. Die toch in dat ambtelijke wereldje van de spionage terecht is gekomen via, via. En ze kunnen het toch wel gebruiken, omdat hij toch wel een, uh, ja. een handige jongen is. En um, ja, er zaten allerlei dingen aan het karakter die, uh, uh, die bijzonder waren ook weer voor die films. Ja. Want in die film, uh, File, uh, kookt Die kookt hij voor een vrouw. In de 60 jaren. Nou, er werd meteen gezegd bij dat script: dat gaan we niet doen, man. Het is, toch geen, het is toch geen wijf. Wat is dit voor slappe gast? Toen had hij ook nog een bril. Ik weet niet precies, want ze wilden hem toch wel die bril, mocht hij ophouden. Nou, dat was ook, ja. Superman had een bril, en, 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 of een leraar of zo, maar een agent. Dus daar moesten ze wel. Ja, die hele naam, Harry Palmer wordt in de boeken van Len Dayton, waar ze op ze gebaseerd zijn, helemaal niet genoemd. Oh, nee. Ze hebben een naam bedacht. Uh, Michael Caine heeft het gedaan samen met uh, Harry Saltzman. En uh, toen zei hij: Je moet een beetje gewone naam hebben. En een beetje een gewone lulnaam. Uh, en toen. Zei Michael Caine, ja, ik had een leraar die heette Palmer vroeger. Dat vond ik echt zo'n saaie lul. En hij zei, hij nou, moet ook nog een beetje een saaie voornaam hebben. En zonder erbij na te denken, zegt hij Michael Caine... Ja, Harry. Harry. Terwijl hij tegenover Harry Saltzman zit, weet ja. je wel. En hij ja. zegt: oh, sorry, sorry. Nee, nee, nee. nee zegt hij zegt Harry Saltzman, dat kan ik wel hebben. Oké, okay, hij wordt Harry Palmer. En dat is toen de naam uh, geworden. Ja. Het verhaal van de eerste film is wel interessant, die Epcot's File... Want het schijnt, Sidney Fury was de eerste uh, regisseur. En die schijnt op de eerste dag het script uh, aan onze acteurs te hebben laten zien. En hij zegt: Weet je wat ik hiermee doe? Hiermee. Hij heeft verscheurd en hij heeft in de fik gestoken. Dat is een kutscript. Dus ze hebben tijdens het film. We hebben het helemaal nog herschreven en gedaan. Er zijn enorme ruzies geweest met die Harry Saltzman. Die Fury is weggelopen van sets. Dat Harry Saltman zei: uh, Hup, Michael, ga mee, we moeten hem terughalen. En die man had toen al een, een vette Rolls Royce. Dus door, door Londen gingen ze hem dan weer zoeken. En dat Vandaar ja, dat, dat einde en sommige sets enzovoort. Maar wat ook bijzonder is, waar mensen, als ze hem willen zien, uh, die Ipcrus File, is de manier van filmen. Ja. Filmen alsof je overal een beetje meekeek, of je, of je dit. Dus je krijgt hele rare sets dat je alleen maar een schouder. Uh, oh, dat kunnen mensen helemaal niet zien wat ik nu in beeld doe. Maar dan zie je gewoon, het hele filmdoek wordt dan, is dan drie kwart schouder. En dan zie je alleen heel klein, of je over die schouder heen moet kijken. Of je hebt ook scènes, dan is er gewoon drie kwart is, lampenkap. Ja. En dan zie je alleen een klein oogje, zie je nog. Ja, er is ook en... één vechtscène die we zien vanuit de telefooncel. Dus de camera zit in de telefooncel. En op de achtergrond is er is een vechtscène, eigenlijk wel een best een belangrijke vechtscène. En dan ja. hebben ze, vanaf, alsof we, als, een, als, een, als een, uh, iemand die, uh, ja, een toeschouwer, iemand die in een, in een uh, 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 telefoonkot uh, uh, een beetje weggedoken, dat aan het volgen is. Ja, dat heeft, dat, het voegt wel iets toe aan de, ze we natuurlijk toch, zo, zo waren we heel erg... Iets anders dan James Bond doen, heb ik het gevoel. Ja. Salsman, het is wel gelijk. Broccoli en Salsman maakten samen de James Bond-film. Ik zit door die tentoonstellingen, door die vorige podcast. en zit ik volledig nog altijd in de James Bond-sfeer. Dus dit uh, sluit daar mooi bij aan. Salsman wou heel graag iets anders doen dan uh, James Bond. Uh, 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 ik denk ook dat hij en Broccoli op een gegeven moment. ook echt een beetje gebrouilleerd waren over de, 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 de toon van de Bond-films. Dus dan heeft Salsman gezegd: dan doe ik het wel op mijn uh, manier. En dat gaat dan ja. over het personage, maar ook over de beeldvoering. En ook over alles wat James Bond voor staat. Harry Palmer is eigenlijk tegenover, of ja, schuurt daaraan, maar is ook weer iets heel anders. Ja, nee, je zegt het helemaal goed. Uh, het gekke is, die, die tweede en derde films, die, met name de derde film, dat was Billion Dollar Brain. Dat werd, ging bijna, dat werd veel groter weer. Dat ging ja. bijna richting, richting James Bond weer een beetje. Absoluut, want ik heb die derde, dus hè, de tweede is, de eerste is de Ipcus-file, inhoudelijk gaat dat over uh, het ontvoeren van uh, uh, wetenschappers, en ze moeten die terugkrijgen, en bladibladibla. Bla, bla. Tweede, Funeral in Berlin, zoals de titel al een beetje aangeeft, hè, dit, is, dit is jaren zestig, dus dat is uh, midden in de, in de koude, dit is, dat is echt een koude oorlogfilm. En dat is echt, uh, uh, mensen proberen over te, over te, te halen van, van Rusland naar hier, enzovoort, enzovoort. En die derde, Bill and Dollar Brain, uh, dat gaat over een computer. En, en, de, en de man achter de computer is een Texaanse megalomaan. Ja. En, dat voelt, en als we in zijn layer komen, ja, dat voelt heel James Bond. Ja, ja, ja. En uh, die, die laatste schurk is ook wel een beetje met Donald Trump vergeleken. Dat is nog steeds actueel. <laughs> ja, en ja van... dat is een beetje een domme, uh, uh, een domme, hele rijke man. Die eigenhandig het communisme wil. Uh, 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 en zijn eigen leger heeft. Om het... En het, het gaat ook echt over. Want meestal zijn die in die layers. Uh, uh, gaat het, dan, gaat... het is toch ook wel weer een beetje een andere slechterik dan uh, uh, Blofeld of James Bond slechterik. Want hij is, ja. hij is meer hij een zon. We zien ook echt, hij leger aanspreken en zo. Het is, en en de, de, die cellen zijn ook veel uitgebreider. En wat natuurlijk ook grappig is, is dat het niet Harry Palmer is... die ervoor zorgt dat het allemaal... Uh, in, deze, in die films, in alle drie eigenlijk, loopt Harry Palmer rond. Maar hij stuurt niet altijd het verhaal. Nee, hij probeert bijna een beetje te overleven. Ja, en zo... ja. ja. En... er gebeurt allerlei dingen rond hem en hij wil gewoon... Probeer niet dood te gaan. Dat Precies eigenlijk... ja, wil hij helemaal niet meedoen. Hij denkt, hij wordt overal ingeluist, ja. hij wordt overal ingechanteerd. En uh, nou ja, dan gaat hij het toch maar weer doen. En ja, omdat hij toch wel slim is, uh, bereikt hij toch wel weer wat. Ja. Maar als je tegen hem zou zeggen, hey, uh, wil je naar huis? Nou dan ging hij, met... ging hij onmiddellijk naar huis. Ja. <laughs> In het begin van de derde film is hij eigenlijk een soort uh, privé En wordt hij echt uh, ja, bij, bijna gedwongen om, om, om toch uh, om iets mee uh, te doen. En daar heeft hij helemaal geen zin in. En inderdaad, de eerste scène van de eerste film van die Ipcus-file... ...het eerste wat hij doet, is, is koffie zetten. En daarmee geven ze gelijk aan... ...we hebben James Bond nog nooit koffie zien zetten. Ja, inderdaad. En de tweede film, daar zie je iemand ontstappen uit Berlijn... ...en dan op een gegeven moment komt het aan, kom je weer in het huis. En dan zie je benen. Dan denk je, wat heeft hij geschoren benen? Nou, dan blijft gewoon een of andere chick in huis gehaald te hebben. En een paar foute krappen, enzovoort. Ja, het ja. is... Allemaal, hé, gewone gast. En precies de derde film, Billion Dollar Brain, ja, dan, dat begint met dat er wordt ingebroken in zijn kantoor. En dan ja. trekken ze het clip en oude pakken cornflakes uh, worden er omgegooid. En, en alles is uh, gewoon aan hem. Alleen wat niet gewoon is, is toch. Uh, er zit wel veel gemie vaak tussen de, de, de medespelers. Ja. Support, uh, Colonel Stock enzovoort. Hij heeft dan contacten met zo'n uh, man ja. van de Russische. Maar je voelt gewoon, ah, eigenlijk mogen ze elkaar wel. Eh. Ja, 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 100%. Want die, die, dat is een heel leuk personage die in de tweede en in de derde film zit, geloof ik. Uh, 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 ja, want hij, in de tweede film is hij eigenlijk het onderwerp om uh, uh, de defect, hè, van, van de oosten naar het westen te komen. En, en, en dat loopt dan uh, mis en anders. En in de derde is hij ook een speler in het hele. Uh, want het, het gaat over computer en het, maar het gaat ook over Koude Oorlog. En hij is daar ook een speler in. En dat is gewoon. Ja, die mogen elkaar wel. Weet je wel? Hij ja. is eigenlijk uh, de, de Westerse uh, spion. En hij is de, de, de Russische generaal of kolonel. En die hebben, die, 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 they like each other. Ja, dat, is, dat vind ik heel erg leuk. Ja, ja en ach, alle smerige spelletjes van de geheime diensten. Die, die komen er ook aan. Maar het is allemaal klein. En het is bedompt. En het is. Uh... Ja, hoe zou ik het zeggen? Hij regelt het dan ook even via. Via de politie, via een vriend. Geef uh, hij een nummertje van een vriendin. En dan krijgt hij weer uh, een dossier met parkeertickets van de schurk. Ja. Het wordt gerommeld. En, en ondertussen is er ook een soort onderkoeld soort humor die ik wel leuk vind. Uh, Billion Dollar Brain had natuurlijk als regisseur Guy Hamilton, die er helemaal wel van was, kleine grapjes. Ja, en die uh, heeft ook James uh, Bond films geregisseerd, geloof ik. Hè? Ja, van Goldfinger en, en uh, dus dat was ook groot. Die heeft... Kijk, die Harry Saltzman kent natuurlijk alles uit de James Bond films. De eerste film, The File, de, de soundtrack is ook geschreven door John Barry. Dat is ook een wereldtrack geworden. Met van die uh, Hongaarse symbolen. Uh... Nou, dat geeft een hele bijzondere spanning gewoon door die hele film. Soms ja. denk je, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar door die film, alles is sinister. En, en je ziet regenachtig Londen. En ja, ik, uh, ik werd meteen vooral gepakt door de sfeer. Want als je kijkt naar de plot, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Ja, het is niet eens zoveel. Maar je moet houden van de sfeer en, en de contacten en En Er worden natuurlijk wel dingen omgedraaid, net als in elke spionagefilm. Kun je, zou je kunnen zeggen dat de James Bond films. Hè, als je ze daarmee vergelijkt, dat is een beetje uh, die vergelijking mag wel misschien. Uh, dat de James Bond films iets tijdlozer en fantasievoller zijn. En deze veel meer een tijdsbeeld geven van jaren 60. Jaren 60 uh, Engeland en wereldproblematiek. Ja, oh, dat vind ik moeilijk. Het zou kunnen. Dat, uh, dat laatste vind ik moeilijk. Kijk, de James Bond films, ja, die, die heb je natuurlijk uh, 40 jaar lang. Dus ja. die, die gaan helemaal met hun tijd mee. Dat dus zie je de, van de kleding tot wat ze bespreken, tot uh, nou ja, veel of weinig vrouwen. Uh, dat is allemaal precies de tijdsgeest. Ja, deze zijn wel echt 60 jaar gemaakt. Koude oorlog. Ja. En, uh, en nogmaals, ja, ik moet ze toch even noemen. Je hebt later, 1995, zijn er twee. Films nog gemaakt door een of andere knakker. En die heeft toch Michael Payne met een andere deal erin gelokt. En dat was Bullet to Beijing en Midnight in St. Petersburg. Wat wel raar was, want daarin speelt mee de zoon van Sean Connery. Dus dat is ook weer. Uh... Alleen. Jason Connery. Geen groot begaafd. Hij heeft niet het talent van zijn vader, zullen we maar zeggen. Heeft hij ook een of andere film gemaakt, heeft die een soort. Uh... James Bond-parodie is of zoiets. Uh, Son, of, Son of Bond. Of, ik, heeft, volgens mij heeft hij zoiets ook gemaakt. Ja. Maar, maar uh, Dus Michael ja. ik heeft in 1995, 1996 ook nog twee Harry Palmer films gemaakt, ja. maar die waren dan ook niet uh, gebaseerd op de boeken van uh, Len Dayton, ja. waar, waar de oorspronkelijke boeken wel op ja. gebaseerd zijn. Ja, en het rare is, en ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar Oh, we hebben tijd zat. Uh, de Ipcruz-file is natuurlijk heruitgebracht, laatst, in Engeland, met een compleet nieuwe acteur. Ja. Nou. Ik was natuurlijk meteen, ja, dit kan niet, dit is heilig. Maar ik heb hem bekeken in de, voor de kijkers thuis. Uh, um, hij is pas uitgebracht op ITV. Um, ja, ja het ik moet hem heel, nog zien. Ja. Het is heel erg uh, stilistisch gemaakt, waardoor het wat minder echt is. Maar het pakt toch wel of zo. Zij zitten iets meer op het echte verhaal van de Ipcurs file. Zitten iets dichterbij. Heb jij die boeken gelezen van Led Daten? Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dan dacht ik, nou, ik houd bij de films. Ah ja, oké. Okay, het... en... uh, zouden me hier om haat hoor, dat ik dat zeg? <laughs> ja, waarschijnlijk. Maar ja, je hebt altijd nu die drie films die ik daar gezien heb, dus die eerste drie, hè, die jaren zestig films. Wat ik wel vind, is dat inhoudelijk die. De... Ja, die lijken me soms een beetje boeiender. Uh, nee, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, uh, is Len Dayton een betere schrijver dan Ian Fleming? Of hebben ze gewoon een iets bredere. Versch... Het zijn drie echt verschillende uh, films. Terwijl. James Bondfilms vanaf, laten we zeggen, Goldfinger... zijn eigenlijk altijd dezelfde film. Ja, ja. Ja, ik weet niet hoeveel, hoeveel vrijheid hij die... Uh, hij had geloof ik met zo'n beetje elke regisseur ruzie, die Harry Solzman. dat uh, Hij heeft toch redelijk de vrije hand gegeven. Maar het is zelfs zo dat de eerste regisseur van The uh, Ipcruz op, op het moment dat ze prijzen gaven... Die regisseurs waren er vaak niet eens bij. Omdat ze zo uh, werden gewoon weggehouden. Het, uh, ik geloof bij de première was die Sydney Fury er niet eens bij. Nee. Pas toen die film allemaal prijzen kreeg. En toen allemaal gevierd werd. Toen ineens was het. Oh ja. Toch nou. Ja, eigenlijk ben je toch wel een aardige pik. Uh. <laughs> dus, maar die, die Salzburg die wou daar nou echt toe-eigenen. Die wou echt zeggen. Het is voorbij. Uh, ja. ja. Wou als als zo'n Arabische uh, scheikje die een voetbalteam heeft. Zich toch gaan bemoeien met, uh, met de opstelling. Uh, ja. Dat hij er geen hand van heeft. Ik denk dat het een beetje zo. Uh... En, wel, en, hij, en, kost... In hoeverre heeft uh, Michael dat personage mee kunnen, kunnen vormen? Nou, die heeft dat uh, helemaal gevonden. Hij was trouwens niet eens de eerste keuze. Hij was gewoon de tweede of derde keuze. Die knakken uh... die. Knakker, die uh... Ik weet niet meer hoe die acteur, de beroemde acteur die de Sound of Music is gaan doen, ja. die kreeg het aanbod voor de Sound of Music, maar had zou eigenlijk die Iples file, dat was ook aangeboden. En was Christopher, acteur... Plummer. Christopher Plummer. is dat dan? Ja, die zou eerst was, ik geloof dat de eerste keuze was voor uh, Harry Palmer om dat te doen. En er was nog een acteur die is me even ontschoten. En toen kwam, uh, en toen hadden ze Michael Caine gezien in de film Zulu. Ja. En toen. Wel een, uh, wel een aardige. Nou, toen hebben ze elkaar ontmoet en toen kreeg die Harry pa of Michael Kane, kreeg meteen een uh, aanbod voor een uh, wat voor hem ongelofelijk was. Hij was echt een arme acteur, echt uh, en een gewone jongen die uh, voor het eerst geld kreeg uh, in zijn handen. Nou ja, en die rol, ja, die deed hij fantastisch. Ja, ja hij is, ja, hij is uh, 14 maart is er uh, 90 uh, uh, geworden, Michael Kane. En hij is nog altijd bezig, wat ongelooflijk is natuurlijk. Hè. Hij zit nog altijd in die, in die films. En het is wel, hij had al natuurlijk van, al, van alles gedaan, maar het is wel door uh, Ipquist File en hetzelfde het jaar daarna, Elfie, dat, ja. hem, dat hem eigenlijk doorgebroken is, Mark Het is ook een grote uh, film. Ik moet je even kijken, ja, ik, heb hier, uh, ik kan er wel een boekje bij pakken. Uh... Ah ja. Maar hij heeft zoveel gedaan. Maar hij heeft ook een periode gehad. Ik dacht in de 90 jaren. dat ineens dat hij niet meer zoveel gevraagd werd. Op een gegeven moment, 60, 70, 80 jaren. kon het niet op. 90 jaren. Je ziet ook bij acteurs dat het toch wel zo gaat. Uh... Ja, ja, ja. Maar... En dan heeft hij die twee, die twee extra Harry Palmer's gemaakt. Ja. Een beetje als een soort van. ik moet toch iets blijven doen of zo. Ja, dat heeft hij altijd, altijd gezegd. Ook al, ga, ook al uh, als je acteur geen werk meer krijgt. stap dan maar in kutfilms. En, en doe het dan zo goed mogelijk. Ja. in ieder geval. Van, nou ja, die film was kut, maar hij was in ieder geval goed. Hij, een beroemde film van hem is Jaws 4. Nou, die, die is gebutcherd, maar ze zeiden: Ja, oké, okay, Michael Kane deed hem. Is nog een beetje goed. Ja, 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 klopt. Wat is jouw favoriete Michael Kane-film? Ja, ik, ik, het is een beetje lastig. Ik zit helemaal is het in die... toch de Epcus-verhaal of is het nog iets anders? Die, die Harry Palmer-films, dat is voor mij toch een soort uh, echt grote liefde. Dus ik. Uh... Ik vind het heel lastig om andere films van hem dan uh, te, te. Nee, die Harry Palmer, ja, ik ben gewoon fan. Ik ben verziekt uh, daar helemaal ja. in. En, en dus uh, naast je James Bond-obsessie uh, die je had, ben je dan ook helemaal into Harry Palmer uh, gevlogen? Ja, misschien is de, Harry Palmer is groter. De, de obsessie. Ah, ja, oké. Okay. Ja. De collectie is, is beter dan. Is daar veel over te vinden? Nee, nee je moest echt, echt wel zoeken. Ja, er zijn heel veel posters en dingen. En, en de dvd's zijn er. en de... Nu ook de Blu-rays. Uh, en ik heb zelf twee op YouTube. Ik weet niet meer welk hoe mijn kanaal heet. Harry Palmer Movie site geloof ik. Daar staan twee hele zeldzame making-of documentaires van Billion Dollar Brain. En Funeral in Berlin. Ah oh ja, oh, dat ga ik checken. Er zijn ook geen DVD te zien nergens. Ik heb er ook grote banners doorheen. Want er is al veel van me gejat op dvd's. Eén keer heb ik gewoon netjes, me... toen hebben ze netjes gevraagd of de Franse uitgaven, uh, twee uitgaves geleden, daar hebben ze keurig mij bedankt op de DVD. Van, en uh... hoe ben jij daar aangegaan aan, die, aan, die, aan, die, aan die, aangeraakt aan die beelden dan? Nee... Uh, ja, Gekocht op Veilingen. Ah. Maar kreeg ze op 16 mm. En dan moest ik iemand zoeken. Ik had iemand dan die mijn 16 mm digitaal kon maken. Holy shit! Je hebt helemaal... een originele 16 mm. Millimeter... Uh, een yeah. uh, 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 filmpje oh, een making of van yeah. uh, Funeral in Berlin en Billy the Brain ja, ik kan de links wel eens sturen. Dat uh, moet ik even kijken. Ja, wel. dan zet ik die, dan zet ik die zo in de in de beschrijving van dat ding. En dan kunnen mensen, dat, uh, kunnen mensen dat vinden op je YouTube kanaal waar je de naam niet meer van weet. Ja, en ik, ik moet, er moet ergens van mij een hele, uh, maar met de technologie van de jaren negentig gemaakte site zijn met heel veel over Harry Palmer erop. Maar, <laughs> stel... ah, dus je hebt ook een, een jaren negentig website over Harry Palmer. Jij bent dus eigenlijk ja, maar... als mensen vragen hebben, moeten ze gewoon bij jou zijn over Harry site... Palmer. Die site ziet er niet uit, maar goed, er staat wel heel veel op. Dat is wel. <laughs> uh, ik wat leid, zijn, uh, kom, website maken. Dus wat ik, zeg ik, kom, je? Ja, het is echt de technologie van de jaren negentig. Je het hebt toe... het niet geüpdate? Nee. nee. <laughs> ik, als ik ooit tijd heb, dan zal ik dat uh, uh, updaten. En, maar en is door. Uh... Dus James Bond, Harry Palmer. en dan jouw uh, fascinatie ook voor Michael Kane gekomen? Is het, is, het, is het zo het de domino's achter elkaar gevallen? Ik heb meer een fascinatie voor de films van Harry Palmer dan Michael Kane zelf. Ah, ja. En daardoor word je natuurlijk wel nieuwsgierig. Kijk, ik vind het nog steeds leuk om hem ook in Batman te zien. En, uh... Maar ook hij kreeg pas heel laat een, een Oscar. Een beetje onterecht wel. Uh ja klopt ja ik vind ik, dat heb ik ook wel met Sven besproken maar ik vind de Italian Job vind ik echt van, ook omdat dat zo'n jaren 60 thuisbeeld uh, is ja. vind ik echt een nou, als film. ik als, als ik er één moet kiezen dan zou het uh, Get Carter zijn ah ja 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 ja, ja, ja. die is later uh, ik, hij wordt een beetje afgestilvesten saloon heeft daar een remake van gemaakt die vond ik niet eens zo slecht nee klopt maar uh, ja het origineel hè, dat hij iemand herinnert en dan zeg je ja ja remember the hij uh, heeft die over iemand's ogen, die beschrijft hij dan, like, there are pissholes in the snow. <laughs> dat uh, zit er een goede, goede tekst ook in. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, natuurlijk ook goede quotes in de Italian Job. Um, You're only supposed to blow the bloody doors off. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. En de cliffhanger, hè? de cliffhanger aan het eind is, is het beste wat er is, hè? De, ja. uh, dat is. Dat is letterlijk de cliffhanger de cliffhangers wat mij betreft. Het leukste filmpje is ook van Michael Caine. Dan doet hij de imitators van Michael Caine na. Nou. Hij klaagt dan... Hij moet hij op YouTube, dan zegt hij ja, Yeah, Joe, Joe was imitating me, you know. And I'm like... is Michael Caine. Dan gaat hij echt zijn imitators... That the was imitating me, like this, you know. <laughs> I, like Michael Caine. I'm not talking... Sure, I'm fucking not talking like that, you know. <laughs> Ik kan het niet zo goed. En <laughs> je <laughs> Je hebt nog twee Engelse acteurs die doen een wedstrijdje Michael Kane nadoen. Uh, hoe heet ze nou? Uh, ah, fuck. Uh, uh, ik kan niet opkomen. Ze zijn super bekend. Ze doen ook de Trip. Kom op nou. Ah, uh, ja, ja, ja. Steve Coogan en Rob, uh, Rob Bryson. Je hebt ze meteen weer. Huh, jouw geheugen is beter. Oh, man, dat ze... in de eerste Trip doen, gaan ze een wedstrijdje Michael Kane imiteren. Ah, dat is geweldig dat. Ja, ik, dat, ja, ja, dat is in die eerste recht uh, zit dat in. Dat doen ze zijn beurt. Ja. Want uh, uh, Steve Google, uh, sorry, Rob Ryder is wel iemand die veel imitaties doet. En Steve Google doet dan ook zijn Caine. ja, klopt. Ja, ja, dat is heel funny. Dat is ook heel nou ja, hele leuke. De Vlaamse uh, Wannabe acteurs onder ons, kan ik ook wel. Um, hij heeft een reeks op de BBC gemaakt hoe je uh, film uh, moet acteren. Hoe je act moet acteren in film. Uh, dat is ook een. Wacht even. Wacht. heb je, Praat je even ja, door? Ja, of... ja, 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 geen probleem. <laughs> uh, 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 well. Kees gaat nu een boek halen. Dat is, uh, zo gaat het gewoon in de wereld van de, van de podcast: dat je dan iets moet voldullen. Uh, terwijl Kees Amstel hier is, die met zijn boek. Uh, uh, er zijn uh, mensen in beeld die wel kijken, die uh, Kijk yeah. dit boek. Um, Michael Caine, acting in film. Ja. En daar geeft hij hele praktische tips. Geen duur gedoe of dat. Uh, wat je moet doen met je ogen bij close-ups. Wat je moet doen met uh, dit. Uh... Ja, hij was geen method actor. Hè. Hij, hij was echt een, uh, 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 Hij is, hij leeft nog, godzijdank. Hij is geen method actor. Hè. Hij is gewoon iemand die... Uh, 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 maar uh, je hebt ook wel het gevoel, zeker ook in die Harry Palmer films... Ja, dat hij het is of zo. Dat hij die, dat die hetzelfde, zelf... Ja, ja. Dat, die, dat dat dicht tegen zijn persoonlijkheid aan zit. Dus ofwel speelt hij dat zo, gewoon heel erg goed... Ofwel is dat dan ook zo of zo. Nou ja, hij legt uit ook in die films, en dat heb ik nog nooit bij cursussen of wat dan ook gezien: dat acteren in film zoiets anders is dan op toneel. Dat je hoe je het klein houdt. Want hij zegt: als je zit te denken, je gaat niet mm, of mm. nee. Hij zegt: als je alleen al zelf denkt, dan ziet de camera al in je ogen. Ja. Want hij zegt, camera's zien alles. Kijk, mensen op rij 10, dan moet je het uh, met uh, grote ogen doen. Ja, dan moet je heel erg projecteren. Maar je moet natuurlijk niet projecteren als er een camera in je gezicht staat. Dit zijn natuurlijk hele voor de hand liggende uh, tips. Maar ik vond toch wel dat hij het heel goed beschreef. Uh... Ja, ik heb dat nogal gehoord dat dat een heel goed boek is hoor. Dus, uh, dat heb ik nog wel al. Uh, Acting in Film heet dat boek. Het zijn en, van uh... die uren die je toch even moet zien of zo. En uh, bij de BBC, en volgens mij staat op YouTube: is die uh, Michael Caine, Acting in Film. Is dat een twee of drie. Het staat helemaal op uh, gratis. Oh ja. Is best Alright. wel interessant. Hoe die helemaal uitlegt, hoe je moet staan voor de. Hij zit daar met beginnende acteurs. Uh, dat is echt wel heel. vond ik heel boeiend. Uh, ik heb, ja, ik, ben, wat, ik speel nog weinig in films mee. Maar uh, <laughs> ik dacht wel: oh ja, ik moet even goed onthouden hoe ik loop. Want bij take 2, bij take 4 moet het hetzelfde zijn. Of als de camera een andere hoek, moet jij nog steeds onthouden naar nou, allemaal van die simpele. Ja, ja, ja. ...beginnende acteurs... ...nou ja, dat schaad ik mezelf ook onder... Uh, ...is dat nuttig of zo... ...dat je dat even weet? Is er nog... Dus ...er is uh, dan vorig jaar die tv-reeks... Uh, ...gemaakt, dus dat betekent... ...dat die, dat personage... En, ...en die, 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 dat ding... ...want er zijn, wacht, er zijn een aantal boeken van... Hè? ...er zijn ook nog een aantal boeken niet verfilmd... ...ik heb trouwens ook gevonden op... ...die uh, gevonden, gewoon op de Wikipedia... ...dat er een film uit 1974 is... ...die heet Spy Story... Ja. Uh, waarin uh, iemand anders uh, uh, de Ipkris, uh, uh, sorry, Harry Palmer uh, speelt. Nee, ja. dan heet de, 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 het hoofdpersonage heet geen Harry Palmer, maar Patrick Armstrong. En die ja. acteur heet Michael Petrovic. Ja. Dat is wel ja. ook zo'n boek van Let Date Verfilmd, maar dan hebben ze Harry Palmer die een andere naam gegeven. Ja, ik heb die film uiteraard, maar uh, het is een, het, hij, is, hij is niet nergens meer te krijgen, geloof ik. Ik weet mijn god meer hoe ik hem heb uh, binnengehaald ergens. Maar uh, ja, zeer matige film. Oké. Okay. Het verhaal zou ik niet meer weten. Maar, en, maar ik... in de boeken heeft hij dus uh, uh, geen uh, heeft het hoofdpersonage geen naam. Is het dan nee. vanuit de ik-persoon verteld? Of hoe, hoe werkt dat dan? Jeetje, dat zou ik niet eens meer weten. Ah, ja. ja, je hebt nog Horse Underwater. Uh... Uh, yesterday's Story. En Twinkle, Twinkle Little Spies. Er ook nog. Ja, uh, ja. Uh, boeken en uh, expensive places. Daar zijn er ook nog boeken van hetzelfde personage die niet, uh, die niet gefilmd zijn? Lees ik hier gewoon van de Wikipedia af? Dan lijkt het net of ik. Uh, of ik nee, het, uh... maar toch. Maar goed, uh, ze hebben ook voor die nieuwe reeks bij ITV nu, die vorig jaar uh, is uitgekomen, hebben ze gewoon uh, toch maar Harry Palmer gewoon aangehouden. En ze hebben hem daar ook het brilletje, het brilletje... gegeven. Dus hebben ja. ze eigenlijk. Dat is een beetje zoals Sherlock Holmes. Dat, hè, wat Sherlock Holmes had eigenlijk in, in, de, in de boeken nooit die, die deerstalker pet, had hij nooit op. Maar dat heeft dan, ik denk, ofwel in de tekeningen, ofwel in, de, in de, de, een van de eerste acteurs dat dat deed. En sindsdien is dat een soort trademark van, van, van Sherlock Holmes geworden. Maar eigenlijk uh, heeft Conan Doyle die, 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 uh, die, die typische Sherlock Holmes nooit vernoemd. Uh, nee. En een aantal van zijn uitspraken uh, volgens mij ook niet letterlijk. En, en dan, en dan heeft dat toch, is dat een eigen leven gaan leiden. En dat kun je dan over Harry Palmer eigenlijk ook zeggen. Dat A, de naam. En B, de bril, de look van Harry Palmer. Dat, dat Michael Kane dat bedacht heeft. Of mee, mee op ja. dit ding is. En dat men dat nu dan volgt. Ja, uh, ik zit, hey, mijn hoofd loopt gelijk maar door. Uh, uh, cut for edit. Uh, <laughs> nee. Ik wil uh, nuttig zeggen. Uh, <laughs> <God de dom. lacht> Uh, maar goed. Uh... Uh, yeah, yeah, yeah. Oh, ik weet het, ik weet het. Nee. Uh, uh, cut for edit. Er nee, wordt niet een cut for edit. <laughs> Pause for edit. Pause for edit, niks van. Uh, het grappige is, de, de Austin Power films, ook daar, uh, hij heeft een bril genomen op, op voorbeeld van Harry Palmer. Ja. Nou, de Palmer films zijn nooit zo groot geworden als de Austin Power films, maar het is toch een beetje een eerbetoon, een, een tribute aan de bril van... Uh, van Michael Kane. Absoluut. Uh, en in de derde uh, Austin Powers film, Goldmember... speelt uh, Michael Caine uh, de vader van Austin Powers. Ja, ja dat is ook nog wel, ja. Dus, dus dan dus, dat wordt, uh, wordt het helemaal een grote familie. Ja, het is wel interessant hoor. Hoe hij, uh, hij heeft wel een interessante biografie. Hij heeft er meerdere tegenwoordig. Ik weet niet meer welke je moet hebben... Hoe hij vanuit Engeland is opgegroeid en toch een beetje echt gevochten heeft. Het was echt toch een jongen uit uh, ja, de gewone lagere sociale klasse die zich heeft opgevochten. En in Amerika moest hij zich ook weer een beetje invechten, maar dat is allemaal wel weer gelukt. Ja. Ja. En hij heeft periodes gehad, maar is ook, was ook alweer slim met geld. Hij was op een gegeven moment restauranthouder, ik weet niet van hoeveel restaurants. Oh, dat wist ik niet. Langens, want hij was ook wel een... Uh... Een smulpaap. Hij hield van, uh, van lekker eten. En dat zit ook in die Ipcrus-file, want het is interessante scènes. Uh, weinig mensen weten dat. Maar uh, op een gegeven moment kookt hij voor een vrouw. Die versiert hij een beetje. Ja. Uh, enzovoort. En dat was al heel bijzonder. Uh, in het decor dan, of in de, zeg je dat bij een film, in de set hangen stripjes met recepten in die keuken. Maar dat zijn de originele van Len Dayton. Dat zijn de, Len Dayton was ook een... Uh, die schrijver was ook een begenaderd kok. En die had een rubriek in stripvorm met recepten in de krant. En die hingen toen in, dat, in, die, in die set hangen die. Oh, oh, Het, nee. hij, hij, bakt, hij zegt, zal ik even een eitje bakken in die film? En dan zie je op een gegeven moment een hand in beeld. Met twee of drie eieren tegelijk. En die heel, uh, heel handig, tik, tik, tik. Nou, Michael Caine kon dat niet. Dat is echt om drie eitjes in één hand heel goed uit te tikken en dan toch de schalen vast te houden. Dat is een bepaald ding. Dat zijn de handen van Len Daten die gefilmd zijn, want die kon dat. Wauw. Dat zijn is, is, is van die kleine trivia dingen. Nou ja, in die film, wat ik ook heel erg leuk vind, en dat is ook in die eerste film, gaat hij in de supermarkt uh, blik uh, dingen kopen. En dat is helemaal nieuw. zijn zo, zo baas loopt er zo bij en die zegt van waarom koop je hier al die rommel? Wat is dat toch eigenlijk? En dat, dus dat, is, dat was in de jaren zestig. Was een supermarkt nog niet zo courant? Hè. Dat waren, uh, je ging uh, vers eten kopen en je ging naar de Kruidenier. Maar een supermarkt met blikvoer. En, en inderdaad, in die andere film uh, eet hij cornflakes en wordt hij daar ook een beetje op uitgelachen. Want dat is allemaal een beetje nieuw en, en Amerikaans en raar. En dat vinden we maar niks uh, in Engeland. Ja, nu kunnen, we, nu kunnen we niet meer denken dat dat niet bestaat. Maar toen, want hij, hij kookt uh, champignons uit blik. En wij zouden zeggen: wat de fuck ga jij. Maar dat, hij ja. kookt champignons op uit blik en dat is hartstikke gaaf dat hij dat doet. <laughs> ja, dan zegt, dan zegt die baas van de geheime diensten: You're a real gourmet, aren't you? Huh? <laughs> ja. ja. Ook dat prachtige Engels is natuurlijk ook wel, uh, dat hele klassieke, zeker in die IPCAS-file. Um, ja. Closed door, Parma, <laughs> Weet je wel. Ja, ja. Is... Ja, en inderdaad, uh, wat ik ook goed vind, is, ik bedoel, uh, James Bond heeft License to Kill, hè? die schiet iedereen af, van weet van wat. En, en Harry Palmer is niet iemand die graag iemand vermoordt, of die dat liever niet nee. doet of eigenlijk zo min mogelijk doet en als het moet, het uh, niet doet uh, vaak, weet je wel De, uh, hij, heeft, hij heeft niet zo'n hoge bodycount in die films nee, helemaal niet hij schiet niet graag, en dit en, uh, het liefst heeft hij, heeft hij dat pistool inderdaad helemaal niet uh, en ik zit even te denken naar een voorbeeld, ja hij, hij probeert het met slimheid hij, hij is zelf aan het overleven, dat is eigenlijk zijn belangrijkste ding, en, ja. maar ja Ah, uh, is hij dan toch nog slim genoeg met trucjes om het toch weer op te lossen, allemaal? Ja. Maar hij voelt zich meer zelfbescheten dan dat hij uh, kwaad is vanwege het land of zo. Ja, ja dat is helemaal anders dan. Uh, en helemaal anders. Volk en vaderland. En hij zegt: Ja, uh, rot op, man. <laughs> Ik heb eerst eens 50 pond voor mijn nieuwe grill... Dan, uh... Ja, ja, ja. Hij wil ook opslag Je hebt James Bond nooit over geld horen babbelen en hij wil opslag. Dat vind ik ook ja. geweldig. Dat vind ik ook geweldig. Ik, ik wil, ik wil uit. die kutjob wel doen, maar wel meer geld. We ja. hebben James Bond nog nooit horen zeggen. 25, ja. 27 James Bond films heeft nog nooit over geld geluld. Harry Palmer gelijk ja. in de eerste film. Ja, twee of drie keer zo. Ja, ja. Want, iets anders doen en dan zegt hij meteen: Any more money? <laughs> En daarom zien we Harry Palmer... ...en dus Michael Caine heel graag. Ja, voilà. ja. hele bijzonder. Was dit een afrondende... Dan afrondende... Vond ik, ik vond dat een mooie afrondende zin. Heb je nog, wil je nog, je mag, als je nog iets wil zeggen... ...dan kut ik wel voor edit. Nee, nee. Als je, heb je nog een, een weetje? <laughs> of heb je nog een... Als mensen het willen kopen... Uh, ...tegenwoordig is ook alles op... Uh, ...Blu-ray. Uh, de beste box van het moment. Als je die drie films, die eerste drie films... ...wil kijken en denkt, nou ja, goed... Ik hok het maar gewoon. Normaal gezien zijn alle drie heel erg verschil. Ik vind dit de beste box van Imprint. Dat is... Uh... Nou ja, ja. Harry Potter. Er zijn meer ook van de Ipcruz-file met nog meer uh, film. Maar als je ze alle drie... En toch wat extra's wil hebben, dan is dit de beste box. Ah ja, ik ga die wel zoeken, maar ik heb het gevoel dat die niet super goedkoop zijn. Dat die wel wat zeldzamer zijn die boxen. Nee, hier zitten allemaal extra's op. Je hebt heel veel Blu-rays en DVDs waar, waar nul extra's. Zijn. En dat is toch wel jammer. Ze hebben toch wel goede documentaires uit de 60 jaren. En um, je hebt een aantal hele goede commentaren wel met de filmeditor Peter Hunt, toevallig ja. ook regisseur van James Bond en en ook editor. En die Sydney Fury enzovoort. So die uh, box die jij net vast hebt, die is op Amazon 2 UK 141 euro. Dus dat is wel een uh, prijzig uh, dingetje voor drie uh, dvd's. Dus uh, hou die maar goed bij, die is uh, geld waard. Oh, okay. En die is out of print. En je kunt die zo via via uh, nog vinden voor 141 ja. euro. Dus dat is. Want ik heb, er, ik heb er naar gezocht en ik heb het alleen op, uh, op wat ik heb die andere twee, die 90s films wil ik hebben. En die zijn onderweg. Heb ik nog niet kunnen zien, maar die zijn op dvd onderweg omdat ik ze op blu-ray uh, niet vond of te duur. Dus. Zijn uh... oh, maar... nee, volgens mij niet op blu-ray. Ah, nee, 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 maar, maar dan. Nee, nee, maar... nee, nee, klopt. Je hebt gelijk. Uh, en die, maar die. Uh... Uh... En uh, soms vaak via Japan gaat het ook nog. Die hebben soms ook de, de meest uh, bizarre dingen, hebben ze daar. Uh... Dus. Uh... Ja, goed. En die dvd'tjes zijn overal wat te krijgen, hoor, op, via ebay. Oh ja, dat is, dat is deze. <laughs> dat is, dus, ja. dus je hebt ook uh, de verschillende versies dan uh, uh, van alle films. Uh, vers ja, zelfs, van, zelfs van deze zijn iets van dertig versies, met, maar dan in de talen van het land. Uh, ja, ja, ja. ja. De, de, de Franse versie, Duitse versie en dan... De, ja, voilà, inderdaad. Leuk. Ik vind het leuk om, je, zo, om, die, om die fascinatie van jou te zien. Dat dat een soort spin-off van de James Bond fascinatie die dan eigenlijk... Ja. Groter is geworden dan de James bond fascinatie Ja, en dan ben je toch een beetje de spielerij van James Bond. En dan is het toch een serieuzere film. Uh, laten we zeggen, een realistische film. Vind je dat toch net even leuker of zo? Uh. En het is natuurlijk ook iets behapbaarder. qua, bedoel, van James Bond, als je daar gaat verzamelen of gaat in. Ja, dat is oneindig. Daar is zoveel van. Uh, uh, van alle autootjes. Ja, ik heb er nu natuurlijk nu een aantal kort de laatste tijd. Tot, tot. Ja, er zijn 27 films van. Miljoenen boeken, man, het is, niet om, het is niet bij te houden. En dit zijn natuurlijk uh, drie à ah, vijf films en, en een redelijk uh, uh, ingekaderd uh, verhaal wat het allemaal is. Ja. ja, ik heb nog één droom. Ik zou nog wel een boek, een boek willen schrijven over die Harry Palmer films. Dat zou geen commercieel succes worden, want daarvoor zijn die films te klein. Maar ja, dan zou ik ook een interview moeten hebben met Michael Kane. En die is nu 90 en die uh, zal er ook geen zin meer in hebben. Nou, dan moet je snel zijn. De... Ja, ik bedoel, ik hoop dat hij nog lang leeft. Maar, maar de, de, de 20 jaar gaan het niet doen. Dus, dus, dus ja. uh, dan en... moet je snel zijn. Ja, dat zou wel. Dat is... hey, ik vind dat jij het werk over Harry Palmer moet schrijven. Over de, over de movies. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Nou, dat is bij deze de opdracht dan. <laughs> Dankjewel. <laughs> En uh, deadline uh, september uh, dit jaar. Voilà, drie, zes maanden ja. moet lukken. Dat is toch geen probleem? Dan Michael even bellen. Zo so, ja, bel Michael even op. En wij gaan volgende week vrijdag naar de James Bond tentoonstelling in Brussel. Ja. Daar heb ik heel veel zin in. En ik heb heel veel zin om jou dan live uh, even te zien. Dus weer een afrondend zinnetje, hoor je het? Ja. Ik had... <laughs> Nee, als je nog. Dan verzin ik wel weer een afrondend zinnetje, hoor. Dat kan ik. Uh, Dat vind okay. ik allemaal geen probleem. Nee, want ik uh, vind het hartstikke leuk. Uh, Kees van Amstel, enorm bedankt om even over Michael Kane en Harry Power met mij te willen praten. <totstukken>